Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja. Hoi. Als het goed is, kom ik Dat zijn er de hele goedenavond allemaal bij de commissie Fysieke Leefomgeving van de gemeente Wassenaar. Hartelijk welkom aan de leden van deze commissie, de leden van het college en alle die meekijken op ons YouTube kanaal. Ik open deze digitale commissievergadering en voordat we van start gaan ga ik eerst vaststellen wie er aanwezig zijn. Ik constateer dat aanwezig zijn de fracties met de volgende woordvoerders. De heer Boon. De heer Born. Dan even kijken, mevrouw Epps. Van Epps, excuus. Nog Ronald Zoutendijk. Meneer Zoutendijk, goedenavond. Goedenavond. Meneer Wonken. Goedenavond. Mevrouw Goud, ook goedenavond, ik kan niet gezien. Meneer Paulides, ook goedenavond. Meneer Van Noord. De heer Van Smeren. De heer Hendricks. Even kijken. Meneer Koetsier. Ook goedenavond. Die staan hier niet allemaal op, hè? Heb ik dan nog iemand gemist? Die dan op het scherm? Ja, meneer Van Rossum is er ook. De heer Van Rossum is er ook. Een hele goedenavond, meneer Van Rossum. Een goedenavond. Dan hebben we dat zo rond. Hartstikke goed. Ik heb twee punten aan de orde. Tijdens de vergadering verzoek ik uw geluid alleen aan te zetten als u het woord krijgt. U kunt uw beeld en geluid uitzetten als u geen woordvoerder bent. De vergadering zal uiterlijk om 11 uur worden geschorst. En woensdag om 1 december om 9 uur gaan we deze vergadering voortzetten. Vanavond hebben we een hele volle agenda en daarom wil ik aan ieder verzoeken om kort en bondig te zijn, zoals ik van u gewend ben natuurlijk, en voornamelijk met elkaar te zoeken naar waar eventuele verbeteringen zitten in de voorstellen van het college. Vanwege het grote aantal insprekers is de spreektijd naar 4 minuten per persoon gegaan voor de onderwerpen verkeer en duindicht, respectievelijk dan agendapunt 9 en 10. U heeft kunnen zien dat er heel erg veel ingezonden stukken zijn, aangaande de vaststelling van het startdocument en de stedenbouwkundig plan van eisen voor ontwikkeling Duindicht, waarvoor natuurlijk heel veel dank. Voor de agenda wil ik voorstellen, ook in het kader van de insprekers voor de andere agendapunten, om agendapunt 8, de huidige agendapunt 8, de update van de beheerplannen openbare ruimte, te herschikken naar het einde van deze vergadering als agendapunt 10, zodat we deze eventueel als laatste van de avond bespreken of in het geval dat we dit niet redden, mee aanvangen op woensdag om 9 uur. Daarnaast zou ik de agendapunten 6 en 7 tegelijkertijd willen behandelen, omdat het een gevolg is van het ander. En ik zal om 9 uur de vergadering kort schorsen voor een pauze van 5 minuten. Kunt u hiermee instemmen? Helemaal goed. Zijn er mededelingen vanuit de commissie? Niet het geval. Zijn er mededelingen vanuit het college? Dat is ook niet het geval. Dan is hiermee agendapunt 1 afgehandeld en gaan we verder naar het spreekrecht. Er is naar aanleiding van het feit dat de vergadering digitaal plaats zou vinden, net als de vorige periode van digitale vergaderingen, een verzoek uitgegaan naar een ieder die heeft verzocht om in te spreken. En dit bericht heeft deze keer kennelijk tot misverstanden geleid. Het staat boven alles dat inwoners altijd mogen inspreken op de commissievergaderingen. En hier wordt het al niet aan worden getornd. Ik wil op dit punt de griffie dan ook heel erg hartelijk danken voor het in goede banen leiden van deze vergadering. En alle insprekers, zowel schriftelijk als fysiek. Digitaal fysiek heeft bijgestaan. Dan beginnen we met de schriftelijke inspreker voor agendapunt 7, de raadpleegbrief voor het vernoemen van de openbare ruimte naar G. van Barneveld, verzetstrijder. Namens de commissie bedank ik de heer Kneijnenburg voor zijn schriftelijke inspraak. Hier zullen we later nog terugkomen. Vervolgens de schriftelijke insprekers voor het nieuwe agendapunt 8, vaststelling startdocument en stedenbouwkundig plan van eisontwikkeling Duindicht. Hierbij dank ik namens de commissie de heer Van Andel, de heer Hoekstra, de heer Koman, baron van Tel en mevrouw Vetter. Hartelijk dank voor uw inspraak. De inspraaktekst van de heer Basters staat hier ook nog tussen, maar de heer Basters
is hier aanwezig en die zal later digitaal fysiek inspreken. Als laatste de schriftelijke insprekers voor het nieuwe agendapunt 9, verkeersonderzoek Wegennet Wassenaar, realisatieplan Verkeer Wassenaar, dank ik namens de commissie de heer Taal en de heer Brinkman namens de buurtverenigingen Burgwijk en Schouwweg Noord voor hun schriftelijke inspraak. Alle inspreekteksten zijn hiermee openbaar geworden en dan vervolgen wij ons naar de digitale fysieke insprekers. Even kijken of iedereen aanwezig is. Dan beginnen we met de eerste inspreker, dat is de heer Griffioen. Dit is een vrije inspraak, gaat niet over een van de punten. En daarom heeft de heer Griffioen 5 minuten. Meneer Griffioen, aan u het woord. Zou u de microfoon aan willen zetten, meneer Griffioen? Anders kunnen we u niet horen. Ik had uw verzoek erg letterlijk genomen, voorzitter. Excuus. Ik zal geen 5 minuten nodig hebben, leden van de raad, dames en heren. Want het punt wat ik te berde wil brengen staat niet op uw agenda. Het gaat over de herontwikkeling van mijn perceel Rijksstraatweg 601. Ik heb op 15 november aan uw commissie een brief gestuurd. Die kruiste met een goed overleg van 2 dagen eerder tussen wethouder Wassenaar, ambtenaar Troost en ons. Ik heb mijn onbegrip geuit voor het feit dat de herontwikkeling van mijn terrein in zo'n lang slepende procedure zit. 4 jaar geleden heb ik een aanbod van het college gekregen en aanvaard op aangeven van uw commissie voor compensatie voor het actief willen zien uitplaatsen, het praktisch wegbestemmen van mijn bedrijfsactiviteiten, handelskwekerij. De deal, de afspraak van de 7 hectare die ik bezit, schenk ik er 6 weg als natuur in ruil tegen 9000 kubieke meter woningbouw en de kwekerij verdwijnt. Daar gaan we aan meewerken, aldus het college. Die woningbouw is overigens al opgenomen in uw woonvisie 2125. In de procedure, die natuurlijk heel zuiver moet verlopen, geen twijfel, ligt kennelijk alle aandacht bij de bouw van 11 woningen op 1/7 deel, 14% van het perceel. Maar de aanleiding is de wil van de provincie en de gemeente voor het open landschap en het vestigen van natuur. Graag vertrekken weet ik al 17 jaar, we perken je in, maar we willen het wel met je eens worden, was de verzekering. Ik heb alleen het gevoel dat steeds dezelfde randvoorwaarden bij de ambtelijke behandelingen van het plan een struikelblok zijn. Je zou toch zeggen dat voor een prachtig resultaat enig pragmatisch denken welkom zou zijn. Maar een plan om vrijwel te bereiken wat gemeente en provincie zelf willen, gebaseerd op hun eigen beleid, in uw vergadering van april 2018 nog een pure win-win situatie genoemd, stuit steeds weer op een voor mij onbegrijpelijke vertraging. In mijn eigen woorden, wat de gemeente heel flink kon doen, was bestemmingstechnisch mijn ontwikkelingsmogelijkheden afknijpen. Die krijg ik ook niet meer terug. Maar als ik om de afgesproken compensatie kom, lijkt de reactie: gevoelig project, dat gaat zomaar niet. Ik vraag me dan af hoe je als gemeente op basis van raadsbesluiten, je eigen uitspraken bij de Raad van State, afspraken kunt maken zonder je daarvan vooraf rekenschap te geven. En natuurlijk moet rekening gehouden worden met mijn belanghebbende buren. Maar die schreven 4 jaar geleden nog aan de Raad dat ze een groene corridor wilden en de handelskwekerij weg. Dat die opvatting anders is geworden nu de compenserende woningen dichterbij komen te staan dan voorheen, begrijp ik. Uiteraard. Maar dat is ook een beetje hypocriet. Uitzicht is geen recht. Er wordt met hun wensen terdege rekening gehouden. Ook zij wenden hun invloed aan. Vandaar dat ik wil dat u dit weet. Ik heb hun brief hier voor u beschikbaar. Dus, waarom toont de gemeente zich nou niet verheugd dat zij een 17 jaar lang slepende kwestie kan oplossen door te pakken en proactief te handelen? Ik sta nu te boek als initiatiefnemer, degene die woningen wil bouwen. Maar het is alleen de uitwerking van datgene wat de Raad in 2005, 15 en 17 heeft uitgesproken en vastgesteld. Bedrijf is ongewenst, wethouder letterlijk, los het op met Griffioen. Daarom tenslotte nogmaals mijn verzoek. Wilt u alstublieft aandringen op een vervolg van de procedure waarin de gemeente laat zien niet alleen te kunnen onderhandelen en afspraken te maken, maar daarna ook consequent is en de procedures zo vlot mogelijk laat doorlopen. Ik weet dat het kan. Voor een bestemmingsplanprocedure staan 31 weken, u weet het. En die zijn mij zelfs ook toegezegd, die 31 weken. En ik vraag me dus af waarom er daarvan sinds het ambtelijk akkoord van de provincie uit december 2018 op mijn plan, van die 31 weken er al bijna 100 verbruikt zijn. En nog geen stap verder. U hoort mij goed, 100 van de 31.
Dat levert naast onbegrip ook veel persoonlijke stress op, die mijn gezondheid inmiddels al te pakken heeft. Ik heb hier een brief uit 2004 namens gemeente en provincie. Wij willen uw grond kopen. En een krantenartikel uit 2005. Daarin staat, zegt de gemeente, zodra Griffioen een andere plaats heeft, zoeken wij een ontwikkelaar. Ik hoop dat u mijn frustratie begrijpt. De tijd rijdt door. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Griffioen. Een moment, ga ik even inventariseren of er iemand uit de commissie is die een vraag aan u heeft. Ik zie alleen de heer Koetsier, klopt dat? Dat klopt. Meneer Koetsier, aan u het woord. Gaat u gang. Ja, ik had eigenlijk een hele korte vraag voor de heer Griffioen. Van wie is het initiatief gekomen om daar de Groene Corridor te vestigen en nu uit te kopen of weg te laten gaan? En waarom heeft de gemeente of de provincie niet gewoon geld betaald om dit tot stand te brengen? Nou, dat is gebeurd door de gemeente en de provincie met als vehikel de dienst Landelijk Gebied. Men heeft toen in 2004 heeft de gemeente zelf een ruimtelijke onderbouwing gemaakt voor een gedeelde woningbouw en het omzetten naar een natuur van het grootste deel van het terrein. Daarbij zou die woningbouw als compensatie dienen en er zou maatschappelijk geld ingezet worden. Maar dat maatschappelijke geld bleek er op een gegeven moment niet te zijn. En toen is toch tot aan de Raad van State, want grootste deel van mijn bouwvlak, 80%, werd wegbestemd in 2005. Dat heb ik tot aan de Raad van State moeten uitvechten. En daar heeft de gemeente en de provincie beide betoogd dat de kwekerij onwenselijk was, dat het aanzicht van het terrein nog net aanvaardbaar was. Iedere verandering zou dat onaanvaardbaar maken. En daar is ook door de gemeente uitgesproken dat men binnen de planperiode, dat was 10 jaar, het met mij eens wilde worden. En ik heb in die tussentijd op verzoek van de gemeente een groot aantal plannen laten maken. Ik heb daar inmiddels tussen de 3 en de 3,5 ton in mogen investeren. We zitten nu in de procedure. De commissie heeft in 2018 een uitspraak gedaan. Maar het gaat allemaal vreselijk traag. En daar zit mijn grote zorg. Maar het initiatief, concreet uw vraag, provincie en gemeente, en ik kan u dat uit een verhuisdoos vol documenten zo aantonen. Dank u wel, meneer Griffioen. Ik zie ook nog een vraag van de heer Van Rossum. Gaat u gang, meneer Van Rossum. Ja, dank u, voorzitter. Meneer Griffioen, u had een paar dagen geleden een gesprek met het college en een ambtenaar. Hebben zij ook aangegeven, uitgelegd waarom het zo lang duurt? Ja, de argumenten die kent u. Corona, de werkdruk, de organisatie die uit elkaar moet. En het feit dat het een gevoelig project is waarbij geen enkele fout gemaakt mag worden. En dat begrijp ik ook, want de gang naar de Raad van State is niet altijd het meest plezierige. Maar het duurt wel erg lang. We hebben al 2 startnotities, 2 principeverzoeken gehad en we zijn er nog niet. Ja, alstublieft. Ik begrijp niet het argument van te weinig menskracht enzovoorts. Want u heeft zelf al startnotities gemaakt enzovoorts. Of de gemeente zou een consultant kunnen inhuren om dat werk te doen. En dan wordt dat gewoon naar u doorbelast in de exploitatieovereenkomst. Dus nou ja, het is eigenlijk een retorische vraag. Ja, ik kan er ook niet van het antwoord op geven wat ik gekregen heb. Ja, maar goed, wilt u dan nog een laatste reactie geven, meneer Griffioen? Of is dat zo duidelijk? Nee, ik heb begrepen dat het plan in februari op uw agenda staat. En daar zal ik weer bij zijn. Dus hartelijk dank voor uw tijd in deze drukke vergadering. Dank u wel, meneer Griffioen. U ook heel erg hartelijk dank voor uw inspraak. En wij zien. Als de voorzitter zijn microfoon wil aanzetten, dan horen wij. Ja, sorry. Dan gaan we nu over naar de insprekers voor het agendapunt voor Duindicht. En dan geef ik als eerste het woord aan de heer De Jager. Is die aanwezig? Ja, dank u. Dan nu het woord, meneer De Jager. U heeft 4 minuten de tijd. Ja, dank u wel. Mijn naam is Menno De Jager. Ik ben bestuurslid bij de Stichting Nederlandse
draf en rensport. Ik spreek hier ook vanavond namens de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Het zal u misschien verbazen, maar Zuid-Holland is een provincie met de meeste paardensporters door heel Nederland. En die zijn natuurlijk altijd op zoek naar locaties. En derhalve het huidige plan wat voor ligt, geeft ook hun de gelegenheid voor alle disciplines, dressuur, springen, eventing enzovoort, daar een geschikte locatie voor te kunnen vinden. Dus zij hecht enorm veel waarde aan dat het huidige plan, zoals het nu gepresenteerd is, ook daar doorgang kan vinden en geeft ook haar volledige steun eraan. Dan spreek ik namens de paardensportvereniging Koningin Emma, sinds 1934, moet ik er even bij vermelden, uit Wassenaar. Organiseert ook vele evenementen, vele wedstrijden, waarbij deelnemers door heel Nederland in Wassenaar neerstrijken en wederom ook naar Duindicht. Dus ook daar is een groot belang bij. Het zal u misschien niet verbazen, maar de Polenclub heeft natuurlijk ook een vrij grote belang erbij dat Duindicht herontwikkeld gaat worden en voornamelijk blijft bestaan. De continuïteit is natuurlijk een enorm groot belang. En we hebben een brief gekregen van mevrouw Sandra Vetten, die al heel lang sterk verbonden is met het draf- en renspoor op Duindicht. Zelf amateur jockey geweest. Samen met de partner zegt Maas is moderator op Duindicht. En is momenteel erg actief als fysiotherapeut voor sportpaden. Een punt waar ik eigenlijk graag wil maken namens de SNDR is dat wij van mening zijn dat er momenteel een unieke kans is om Duindicht te gaan herontwikkelen voor de paardensport in de meest brede zin en dus niet alleen voor de draf- en rensport. De plannen zoals die nu liggen kunnen die continuïteit dan ook waarborgen die zo gewenst is. En tevens, en dat vind ik het hele mooie van dit plan, dat het een prachtige mix is tussen het recreatieve en het professioneel beleven van de sport. Want ik denk dat het wel gezegd moet worden vanavond dat een grijpende herontwikkeling van Duindicht echt noodzakelijk is. Het ligt in verval en het nieuwe concept geeft ons dan de kans om een complex, een totale baan neer te zetten dat aan alle aspecten van het paardensport de ruimte biedt en waarschijnlijk ook de enige manier is om dus Duindicht te behouden voor de toekomst. Ik wil graag afsluiten met deze woorden, want we kunnen er veel over praten. U heeft de stukken zelf allemaal gezien. Het is behoorlijk complex en uitgevoerig. Maar ik zou toch graag willen afsluiten met een cliché. En dat is dat Duindicht bestaat al meer dan 110 jaar. En zoals u de cliché kent, zonder verleden geen heden, maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat het verleden geen toekomst heeft. En ik denk als je dit plan bekijkt met al zijn aspecten wat er ligt, dus de woningbouw, de short stay, de herontwikkeling van de tribune en dergelijke, dat het toch zeker een toekomstbestendig plan is en het derhalve ook voor de continuïteit van onze sport in meest brede zin ook onze steun van de SNDR volledig geniet. En daar wou ik het bij laten. Dank u. Dank u wel, meneer de Jager. Zijn er vanuit de commissie mensen die vragen hebben voor meneer de Jager? Dat is alleen de heer Bona nu het woord. Ja, dank u wel, meneer de Jager, voor uw toelichting. Toch een vraag, een beetje een dilemma is het ook. Paardensport staat bekend om toch wel wat middelen die daar rondgaan, financiële middelen. De partijen die u noemt, Polo, Emma, die bestaan op zichzelf. Kunt u mij misschien proberen duidelijk te maken waarom het op deze manier gefinancierd moet worden en dat het niet, als het zo'n aantrekkelijke, ook voor de provincie aantrekkelijke locatie is en ook heel veel behoefte aan is, dat het niet op zichzelf kan bestaan, maar structureel een bijdrage uit andere bronnen nodig heeft. Kunt u mij misschien uitleggen? Dan moet ik toch, voorzitter, als ik mag, er even wat uitvoerig op ingaan. Want u gooit nu, en dat heb ik ook inderdaad in mijn betoog gedaan, dat we dus de sport in de meest brede zin hier benadrukken. Maar als u refereert naar de middelen die rondgaan in de paardensport, dan is met name de springsport toch wel meer de rijke tak van sport.
En de draf en rensport, daar zit niet zozeer het hele grote prijzengeld enzovoort in. De inspanning is hetzelfde. De passie die deze mensen hebben voor de sport is fantastisch. Maar hoe moet ik het nou zeggen? U kunt de voetbalclub uit Emmen bij wijze van spreken niet vergelijken met Ajax. Dus die twee vergelijkingen tussen de middelen die misschien beschikbaar zijn, echt op de top-end van deze sport, is niet datgene wat op dit moment bedreven wordt op Duindicht. Nou, de gedachte erachter is, om het dus breder op te gaan zetten voor alle mogelijke disciplines, dat je dus derhalve daar meer sponsorgeld gaat krijgen op lange termijn. Je meer ontwikkeling doet van de verschillende mogelijkheden die het gaat bieden om daar dus ook funding voor aan te gaan trekken. En dan op termijn, misschien 3-5 jaar, dat je dan een kans ziet om daar dus wat meer ruimte voor te krijgen. Maar het is een beetje een vicieuze cirkel. Je zult ergens moeten beginnen. En als je op dit moment kijkt naar wat er beschikbaar is en wat er ontwikkeld kan worden, dan kost dat vrij veel geld. Nogmaals, als u er rondloopt, de stollen, die moeten afgebroken worden. De tribune is gewoon compleet niet meer representatief of te gebruiken. Dus er zal een compleet plan moeten komen die daarvoor behoorlijk wat geld en wat inspanning gaat vergen. En dat, ja, dan kom je toch automatisch wel uit bij een dergelijk ontwikkelingsplan. Om dat neer te kunnen zeggen, maar ook om die continuïteit te kunnen waarborgen. Want stel bij wijze van spreken, je moet dat blijven funden, ook voor de opbouw, de jeugd en dergelijke. Want onderschat dat niet. Je kunt dan naar het topje kijken van de berg, wat enorm veel geld zou kunnen gaan verdienen. Maar je hebt ook die continuïteit nodig door de jeugd aan te moedigen om hieraan deel te gaan nemen. Daarvoor moet je ook een continue bron van inkomsten krijgen. En dat zie je ook in het plan, dat we dus de werking zowel als de financierskant, de supportkant van de toekomst, zit in dat plan van die short stay, de woningen, het hotel en de andere activiteiten die er nog omheen gaan plaatsvinden. En de wellness en dergelijke. Een basis gaan geven om dat juist dat solide neer te zetten, om die continuïteit te gaan waarborgen. En dan wellicht over 5 jaar ziet het plaatje er anders uit. Laat het hopen. Maar op dit moment zijn we waar we zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Jager. Was dat denk ik aan het vragen. Dan dank ik namens de commissie heel hartelijk voor uw inspraak, meneer de Jager. En dan moet ik even kijken of meneer Griffioen er nog is. Maar dan wil ik u eigenlijk verzoeken om het de vervolg van de vergadering te volgen via ons YouTube-kanaal. Dat geldt dus voor u, meneer de Jager. En dan geef ik nu graag op hetzelfde agendapunt, Duindicht, de heer Basters het woord. Is de heer Basters aanwezig? Ja, ik ben er. Heel goed, ik zie u nog niet. Ja, daar bent u. Ja. Ja, ik zie namens de buurtvereniging gaat de gang, meneer Basters. Aan u het woord. Goedenavond allemaal. Ja, mijn naam is bekend. Ik ben voorzitter van de buurtvereniging Wassenaar Duindicht. En niet alleen ik, maar ook u allen hebben een groot aantal reacties gekregen van betrokken en bezorgde bewoners over de plannen van de herontwikkeling. Ik hoop van harte dat u alle reacties serieus zult nemen, aangezien het gaat om behoud van een belangrijk gebied, de groene buffer tussen Wassenaar en Den Haag. Het behoud van deze buffer en de landschappelijke waarde van het gebied zal een belangrijk uitgangspunt moeten zijn van welke herontwikkelingsplan dan ook voor de renbaan. Dit gebied is eigenlijk net zo belangrijk als de buffer, de door u gewenste buffer tussen Wassenaar en Valkenburg. De grootste zorgen van de bewoners hebben betrekking op het verkeer en de woningbouw. Ik zal over verkeer heel kort zijn. Al jarenlang is verkeeroverlast in dit een groot probleem. De Waalsdorpelaan, Buurtweg, Groenendaal, Timon Bouwmeesterpad zijn erftoegangswegen. Behalve door automobilisten en zwaar vrachtverkeer, denk ik sluipverkeer naar Den Haag, zowel via de Waalsdorpelaan als via de Buurtweg. De Hubertustunnel is een prachtige sluiproute geworden naar de wijk Duinzicht in Den Haag. Deze wegen worden gebruikt door vele sportbeoefenaars van de sportclubs in het gebied. Wandelaars, fietsers, veel schoolgaande kinderen, recreanten, campingverkeer. 6-7 maanden per jaar is er continu een stroom van campingverkeer voor de camping Duinhorst. Trouwens een heel goed georganiseerde camping. Zelfs in maart 2007 heeft de gemeente Wassenaar al toegegeven
dat vooral op de Walsdorplaan de maximum toelaatbare intensiteit al was bereikt in 2007. Nu zijn we 2021 en het verkeer is alleen maar erger geworden. In de raadstukken wordt verwezen naar een verkeersrapport gemaakt door bureau Goudappel. Dit rapport is ken ik al weken in handen van de gemeente, maar zit echter niet bij de raadstukken. Wij hebben dat rapport niet in kunnen zien en mogen zien. Beetje onduidelijk. Het is duidelijk dat deze karakteristieke wegen, het extra verkeer die de nieuwe activiteiten, woning, short stay accommodatie, hotel, etc. met zich meebrengen, niet aankunnen. En de enige oplossing is eigenlijk een ontsluiting aan de noordkant van de renbaan naar de landscheidingsweg. Het mag geld kosten, maar ik zou zeggen, als je een hele grote investering doet, zijn dat waarschijnlijk peanuts vergeleken met de investering. Woningbouw. De bewoners hebben grote zorgen over de verregaande verstedelijking van het stallencomplex. Het plan voorziet in de bouw van 48 woningen op de plek waar nu de stallen staan. 12 huizen, 2 onder één kap. 2 appartementgebouwen met elk 10 woningen. En dan nog eens zo 16 zogenaamde short-stay woningen. Vakantiewoningen misschien en een hotel. Dit grote aantal van 48 staat in schril contrast met het huidige aantal woningen in het gebied, 76. Dat betekent dus dat een toename van ongeveer 60% op een heel klein gebied. Zo'n grote verstening past niet in deze landelijke groene zone. Bovendien horen appartementgebouwen niet in een landgoederengebied. Het toestaan van deze plannen schept een precedent voor de toekomst. Onbeperkte woningbouw straks. Wat gebeurt er als er toch na een paar jaar de renbaan failliet gaat? Wordt dan de short stay accommodatie verbouwd naar permanente woningen? Wordt het hotel omgebouwd naar een appartementencomplex? Meneer Basters, mag ik u vragen om af te ronden? Gelukkig heeft u uw verhaal natuurlijk ook al schriftelijk gedaan, dat iedereen dat al heeft kunnen lezen. Maar ik krijg nog even de ruimte om het verhaal af te maken. Ja, ik ben bijna klaar. Wat we nog vergeten zijn is, de gemeente Wassenaar vindt burgerparticipatie wel heel erg belangrijk. In dit project is dat tot heden nog niet gebeurd. In de bijlage zit een opsomming van de reacties, dus u kunt zien wat voor reacties er allemaal geweest zijn. Ik eindig met een uitnodiging. U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan dit unieke gebied. Ik hoor graag van u. Dank u. Dank u wel, meneer Basters. Zijn er vragen vanuit de commissie voor de heer Basters? Dat is niet het geval. Dan dank ik u namens de hele commissie, meneer Basters, voor uw inspraak en de tekst. En wil ik u ook verzoeken om het vervolg van de vergadering digitaal te volgen op het YouTube-kanaal. Ik zal dat doen. Tot ziens. Heel bedankt. Fijne avond. Insgereks. Dan gaan we verder voor de insprekers voor het agendapunt verkeer. Dan hebben we als eerste mevrouw Van den Berg. Een dokheer zag ik zojuist. Is zij aanwezig? Ja, ik ben aanwezig. Ja, aanwezig. Nou, dan is voor u 4 minuten de tijd, mevrouw dokheer. U spreekt namens het buurtgenootschap Storm Zuid. Ja, klopt. Realisatieverkeer Wassenaar. Waterbedeffect. In het Wassenaarse verkeersplan 2016 is besloten tot afwaardering van de storm van Schravenzandeweg Zuid van 50 km naar 30 km per uur. Deze storm Zuid loopt vanaf de T-splitsing met de Jagerslaan Noord tot aan het begin van de Schouwweg. In ditzelfde verkeersplan 2016 is de Jagerslaan gecategoriseerd als wijkontsluitingsweg met maximale snelheid van 50 km per uur. En is zij aangemerkt als één van de 3 zogenaamde Noord-Zuidassen die het verkeer door Wassenaar leiden. Tot op heden is de afwaardering van de storm Zuid naar 30 km per uur in het straatbeeld niet herkenbaar gemaakt. Dus geen 30 km per uur verkeersborden, geen bloembakken, etc. In de adviesnota wordt betoogd dat de maximumsnelheid in overeenstemming moet zijn met het karakter van een weg. In geval een 50 km per uur weg wordt afgewaardeerd naar een 30 km per uur weg. De uitstraling van deze 50 km per uur weg moet worden gewijzigd naar het uiterlijk van een 30 km per uur weg. Dit zijn de zogenaamde essentiële herkenbaarheidskenmerken die in de bijlage van het realisatieplan zijn opgenomen. In de adviesnota wordt de Raad gevraagd om goedkeuring voor de afwaardering van de Jagerslaan, inclusief het borgen van de essentiële herkenbaarheidskenmerken. Uitgangspunt hierbij, de automobilist zal duidelijk moeten kunnen zien dat de Jagerslaan dan een 30 km per uur straat is geworden.
Indien de Raad ervoor zou kiezen het realisatieplan vast te stellen zonder dat de stormzuid al herkenbaar is afgewaardeerd naar 30 km per uur, dan zou hiermee op de T-splitsing van de stormzuid en de Jaarslaan Noord per direct een evident waterbedeffect worden gecreëerd. Immers, in zo'n situatie zou de stroom Noord-Zuidverkeer bij het begin van de Jagerslaan Noord de keuze hebben uit een herkenbare 30 km per uur weg, de Jagerslaan Noord, en een ogenschijnlijk gewone 50 km per uur weg, de Stormzuid, nog steeds zonder essentiële herkenbaarheidskenmerken, waaraan in de adviesnota juist veel waarde wordt gehecht. Vanzelfsprekend zou de automobilist hier kiezen voor de Stormzuid en vervolgens de Burgwijbuurt, de Bakkershagelaan of de Schouwweg. Zolang de Storm Zuid, die reeds in 2016 door de gemeente naar 30 km per uur is afgewaardeerd, haar essentiële herkenbaarheidskenmerken niet heeft gekregen, achten wij het volstrekt onrechtvaardig dat zou worden aangevangen met planning, uitwerking en uitvoering van een afwaardering van de Jagerslaan naar 30 km per uur. De gemeente Wassenaar dient haar eigen besluit uit 2016 tot uitvoer te brengen, alvorens nieuwe afwaarderingen naar 30 km per uur in gang te zetten. Notabene, bovenstaand scenario zou voor de bewoners van Stormzuid, Burgerwij, Bakkershagen en Schouwweg extra cru zijn gezien het volgende. In opdracht van de gemeente Wassenaar heeft het bedrijf Royal Haskoning diverse simulaties gedaan met betrekking tot de verkeersstromen binnen Wassenaar. Royal Haskoning heeft dit schriftelijk bevestigd. Dat er in haar simulaties ten onrechte vanuit is gegaan dat de Stormzuid al herkenbaar zou zijn afgewaardeerd naar 30 km per uur weg. Dit maakt het zeker aannemelijk dat het verkeersaanbod voor de Stormzuid in de Haskoning-simulaties structureel is onderschat en het verkeersaanbod voor de Jagerslaan Navenant structureel overschat. De verantwoordelijke wethouder heeft tijdens de raadsvergadering van 21 september 2021 bevestigd zelf niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat de Stormzuid nooit herkenbaar is afgewaardeerd naar 30 km per uur. Dit alles heeft het vertrouwen in de conclusies uit de simulaties vanzelfsprekend ondermijnd en heeft het gevoel van onrechtvaardigheid versterkt. Dat was het. Ja, dank u wel, mevrouw Van den Berg-Dokker. Zijn er vragen vanuit de commissie? Ik zie alleen de heer Menke en mevrouw. Zijn er nog meer mensen? Meneer Menke, gaat u gang. Eerste vraag. Ja, mevrouw Dokker, dank voor uw inbreng. Betekent dit dat als de herkenbaarheid van de Storm Zuid als 30 weg duidelijk meegenomen wordt in deze plannen, dat daarmee aan uw bezwaren gehoor is gegeven? Ja, dat betekent dat, met wel de aantekening dat het dat de Jagerslaan niet eerst wordt gedaan, maar tegelijkertijd, of zelfs de storm eerder. Ik bedoel, we hadden per slot ook eerder de toezegging gekregen, dus dat is wel belangrijk voor ons. Dat is duidelijk. Dank u wel. Mevrouw Van Epps heeft ook een vraag. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Wat wij graag willen weten, wat bedoelt u met waterbedeffect en welke effecten verwacht u bij het afwaarderen van de Jagerslaan naar die 30 kilometer? En een tweede vraag, hoe is de situatie nu op de storm van Schavensandeweg, het zuidelijke gedeelte? En wat zou er volgens u veranderd moeten worden? Dank u wel. Dank u wel. De situatie vandaag de dag op de storm van Schavensanden is dat de weg niet herkenbaar is ingericht als 30 km per uur weg. Er zijn geen verkeersborden, terwijl er wel verkeersborden zijn aan de kant van waar de Montessori school is, waar de Schouwweg begint. Daar begint heel duidelijk een 30 km zone. Dus dat betekent dat het gewoon een 50 km weg is. En uw eerste vraag, het waterbedeffect. Ja, omdat het in mijn optiek gaat om een mogelijke verschuiving van verkeer. Kijk, de Jagerslaan is wel een belangrijke ader in Wassenaar. Die in 2016 nog is aangemerkt als wijkontsluitingsweg. Als deze straat wordt afgeknepen, dan is het heel aannemelijk dat er verkeer verschuift, verplaatst. Naar onze straat. Want je komt aanrijden vanuit Duinrel. Je komt bij de I-splitsing, waar je rechts afslaat naar de Jagerslaan. Op dat moment zie je daar dus een afgewaardeerd stuk straat met 30 km aanwijzingen.
Nou ja, goed, de logica dicteert dat je dan rechtdoor rijdt, waar geen enkel teken is dat dat 30 kilometer is. Dus dan blijf je gewoon doorrijden op een weg waar je harder kunt rijden. Ik denk dat de meeste mensen dit logisch vinden. Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Zijn er verder nog vragen? Dat is niet het geval. Dan dank ik u heel hartelijk voor uw inspraak. En dan zou ik ook willen verzoeken om het vervolg van de vergadering verder te volgen op YouTube. Dank u wel en een fijne avond. Dank u wel, graag gedaan. Dan geef ik nu het woord op hetzelfde onderwerp aan de heer Ruizendaal. Meneer Ruizendaal, bent u aanwezig? Ja, ik ben aanwezig. Moment. Ja, ik zie u. Heel goed. Gaat uw gang. We hebben nog 4 minuten de tijd. Dank u wel. Geachte raadsleden. Ik hoorde ooit van mijn leraar maatschappijleer dat democratie rust op 3 pijlers. Argumenten, compromis en draagvlak. Als het aankomt op de afwaardering van de jagerslaan, lijkt het op alle 3 de punten te mankeren. Ik neem u mee. Allereerst het gebrek aan goede argumenten. Zoals u bekend is er veel onrust over de voorgenomen afwaardering van de jagerslaan. Als u het dossier nog eens helemaal doorneemt, zal u opvallen dat alle doelen van het verkeersonderzoek en realisatieplan ook gehaald worden zonder deze afwaardering. Voor het vertragen van sluipverkeer langs de westas van ons dorp is het nemen van maatregelen bij de Katwijkse weg al afdoende. En ook binnen het dorp zijn er diverse minder controversiële alternatieven. Bij de Jagerslaan zelf staat tegenover alle argumenten omtrent veiligheid, leefbaarheid, evenwichtigheid eigenlijk maar 1 argument. Het verkeer zou gelijker over de straten verdeeld moeten worden. Dat is een oneigenlijk argument. Een gelijke verdeling is in dit geval geen evenwichtige verdeling. Juist verder van. In de afgelopen 5 jaar was het herverdelen van verkeer bij de Jagerslaan geen gespreksthema in het dorp. U werd er niet op aangesproken in de Langstraat. De Wassenaarse krant stond niet vol met ingestonden stukken hierover. Het werd pas een probleem toen dit voorstel ineens in het verkeersonderzoek verscheen. Want de gevolgen van zo'n afwaardering en herverdeling zijn groot en ze raken een open zenuw. Welk probleem lost deze afwaardering op? Dan mijn 2e punt. Gebrek aan compromis. Allereerst, natuurlijk is er veel verkeer over de Jagerslaan en als er verbeteringen mogelijk zijn, moeten we dat zeker doen. Maar voor 30% minder verkeer op deze weg zorgt de Rijnlandroute al. Daar is geen herverdeling voor nodig. De gemeente lijkt al vroeg in het verkeersproject te hebben voorgesorteerd op het afwaarderen van de Jagerslaan en ze lijkt haar oren gesloten te hebben voor alle andere geluiden. Zelfs de beloofde proef wordt nu geweigerd en er wordt bovendien €315.000 klaargezet voor de snelle verbouwing van de Jagerslaan in 2022 zonder omringende straten bij de plannenmakerij te betrekken. Gerelateerde aanpassingen gaan op de lange baan. Na redelijke en constructieve inbreng wordt stelselmatig niet geluisterd, amendementen en moties worden genegeerd. Tot slot mijn 3e en laatste punt, gebrek aan draagvlak. Keerverkeer is uit elkaar gevallen en het draagvlak is weg. Wat ooit begon als een brede consultatie werd alsmaar smaller. De ondernemers vielen af omdat ze zich niet gehoorzagen. De buurtverenigingen van Wassenaar Midden vielen af om dezelfde reden. De schooldirecteuren en schoolouders maken zich nu grote zorgen om de veiligheid van hun kinderen. De gemeente is in dit traject in het afgelopen jaar de steun van zo'n beetje het halve dorp kwijtgeraakt. Inspraak is niet hetzelfde als je zin krijgen, maar alle inspreng genegeerd zien worden is geen inspraak en ondermijnt elk draagvlak. We stellen de belangstelling van de raadsleden en hun begrip voor onze argumenten erg op prijs. Nu het college nog, want voor het afwaarderen van de Jagerslaan is in ons mooie dorp geen draagvlak. De nadelige gevolgen zijn eenvoudigweg te groot en raken te veel mensen. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Ruizendaal. Zijn er leden van de commissie die nog een vraag willen stellen aan de heer Ruizendaal? Dat is niet het geval. U heeft een heel duidelijk verhaal verteld, meneer Ruizendaal. Ik dank u heel hartelijk namens de commissie en verzoek u ook om de vergadering verder te volgen op YouTube. Dankjewel. Dankjewel, fijne avond. En dan gaan we verder op hetzelfde onderwerp. De heer Ten Arve van het bewonerscollectief Lange Kerkdam.
Ik zie de heer Prins. U ziet me hier. Ja, heel goed. Gaat uw gang. Dank u. Voor die 4 minuten die mij is toebedeeld, heb ik een viertal onderwerpen die ik kort zou willen bespreken. Diverse. 1. Diverse. Door de gemeente toegezegde aanpassingen aan een aantal Wassenaarse wegen. En dan denk ik aan snelheidsbeperking 30 kilometer in de zones. Leiden zonder uitzondering tot een verslechtering van de verkeerssituatie elders in het dorp. En dat noemen ze het waterbedeffect. En daar zijn eerder ook vragen over gesteld. Wat is dat nou? Nou, je drukt ergens op. En dat wil je kleiner hebben of minder hebben. En dan ergens anders wordt het meer. En je ziet dat telkens gebeuren. En dat is een hele lastige iets om voor elkaar te krijgen. Wat opvalt is dat bijna elk van die aanpassingen ook grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid, de veiligheid, het woonklimaat, extra uitstoot en luchtverleiding, vervuiling voor de Lange Kerkdam. Het is heel opvallend dat waar je ook maar bezig bent in het dorp, de Lange Kerkdam is uiteindelijk waar het zich op concentreert. En daarmee dus het waterbedeffect, waar je dus het waterbedeffect ziet. Verkeer en veiligheid nemen onevenredig toe op de Lange Kerkdam. Daarnaast zal de voorgestelde aanpassing van de stoplichten aan Den Deil, dat heet dan verlenging van de groentijd, leiden tot het aantrekken van meer en sneller verkeer op de Lange Kerkdam. Nu merken we al, men geeft nog even gas om nog net het groene licht te halen. Men rijdt over het fietspad om maar vooral vooraan bij het stoplicht te komen. Dat de fietspad daar niet voor is, dat schijnt niet zo relevant te zijn. Meerdere aan de wethouder verkeer gerichte brieven leverden uitsluitend een ontvangstbevestiging op, maar geen enkele inhoudelijke reactie. Punt 2. De Van Zuylen van Nijenveldstraat en de Lange Kerkdam zijn de drukste en langste straten van het zogenaamde Drieassencomplex in het centrum, met honderden woningen en een paar duizend mensen, vaak gezinnen. Zij ondervinden veel verkeeroverlast. Daarom verdienen ze extra aandacht, dacht ik, in het verkeersplan, maar ze worden niet of nauwelijks genoemd. In plaats daarvan krijgen de Jagerslaan 25 villa's voor uw informatie. En de Bakkers Hagelen Zuid, 10 villa's, alle aandacht. En dat is toch wel heel wonderlijk als je daarover nadenkt. En wie het uit kan leggen, daar wil ik graag naar luisteren. Oké, het derde punt. Overleg met de betrokken bewoners en het overleg met de betrokken bewoners over het uit te voeren plannen. Overleg met de betrokken. Overleg met de betrokken bewoners over het uit te voeren plannen die hun raken en een evenredige verdeling over van de verkeersdruk over de diverse Wassenaarse wegen wordt op papier uitdrukkelijk beleden. Nog het een, nog het ander heeft echter plaatsgevonden. Wij willen dat er overleg met de belanghebbende bewoners plaatsvindt voordat maatregelen aan de gemeenteraad ter beslissing worden voorgelegd. Zo kan de Lange Kerkdam door de bewoners en gebruikers nu al... Zo kan de Lange Kerkdam door de bewoners en gebruikers nu al omschreven als het Wassenaars verkeersriool een verkeersgroei van 40% tegemoet zien. Wij zijn van... Meneer Van Darven, mag ik u vragen om een afrondende zin te gebruiken? Ik gebruik de afrondende zin, ja. Dat ga ik doen. Het is heel erg, maar de ogen willen niet zo best meer tegenwoordig. Wij willen niet met
onevenredige verkeer worden opgezadeld. Dat is waar we een einde aan willen hebben. En tot nu toe hebben we daar heel weinig van gemerkt. Ook heel weinig solidariteit van verkeerpartijen die eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig zijn. Dank u wel. Dank u wel. Heel duidelijk. Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Dat is niet het geval, dan was uw verhaal dus heel duidelijk. Heel vriendelijk bedankt namens de commissie. En dan wil ik ook verzoeken meneer Ten Arve om ook het vervolg van de vergadering te volgen op YouTube. Dank u wel en een fijne avond. Hebben we als... Ik meende als laatste... Ja, als, oh, excuus meneer. Ja. Hebben we als laatste de heer Van Vliet van Keer Verkeer nog. Is meneer Van Vliet aanwezig? Jazeker. Ja, u bent aanwezig. Meneer Van Vliet, u heeft ook 4 minuten. Gaat uw gang. Ja. Goeiedag, voorzitter, commissieleden, overige luisteraars. Ik ga snel spreken, want 4 minuten zijn snel voorbij. Mijn naam is Robert-Jan van Vliet, voorzitter Keer Verkeer. En ik spreek ook namens het bestuur van Keer Verkeer. Voordat ik mijn verhaal start, graag 2 correcties van de vorige sprekers. De ene correctie is dat er op de jaargeslaan wel wat meer villa's zijn dan 25. Dat weet ik toevallig. Dat zijn er ruim 40 als je ook naar de Jagerslaan Noord kijkt. Dus dat wilde ik meneer Ten Arve meegeven. Een tweede correctie is ten aanzien van meneer Ruisendaal van de Schouwweg. Keerverkeer is levend, alive and kicking. En dat wil ik hier ook even in levende lijve bevestigen. Zeker niet uit elkaar gevallen. En wat ik ook wil bevestigen is dat Keerverkeer altijd een verzameling van deelnemende buurtverenigingen is geweest. Ondernemers zijn nooit deelgenoot geweest van Keerverkeer. Nooit. Dus die kunnen dus ook niet afvallen dan. Alle in de buurt deelnemend aan Keerverkeer, buurtverenigingen deelnemend aan Keerverkeer zijn. Vooral ook het bestuur hecht met elkaar verbonden. En het is waar, en dat zult u ook zo in mijn verhaal lezen, dat de Schouwweg, waar meneer Ruisendaal deel van uitmaakt, zeker problemen heeft ondervonden met de plannen en ook met realisatieplan. En wij hebben de Schouwweg niet helemaal kunnen representeren in deze. Ik ga mijn verhaal vertellen. Keerverkeer Wassenaar heeft afgelopen jaar deelgenomen aan het verkeersonderzoek, waarvan het realisatieplan vandaag op de agenda staat. Voordat het verkeersonderzoek startte in september 2020, heeft Keerverkeer een verzoek aan alle deelnemende buurten in de vereniging, in de stichting gedaan, om op te geven wat de wensen waren voor hun eigen buurt. Deze hebben we ook aan de gemeente overhandigd. Keerverkeer heeft ook het resultaat van een petitie die we gehouden hebben in de zomer van 2019 overhandigd aan de gemeente. Daar was de onvrede met de huidige verkeerssituatie heel duidelijk bij de inwoners van ons dorp. De informatie is door het verkeersteam van de gemeente en ook Royal Haskoning naar ons mening in beschouwing genomen bij het verkeersonderzoek. Inmiddels is dat verkeersonderzoek datagedreven en wel afgerond. Tijdens het onderzoek zijn diverse partijen betrokken geweest en hebben ruimte gekregen om input, commentaar te geven op de voortgang. Belangen zijn aangehoord, burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Zelfs na de presentatie van de resultaten van het verkeersonderzoek mei jongsleden heeft er uitgebreid participatie plaatsgevonden en zijn inwoners gehoord door de gemeente. Ook inwoners die tijdens het verkeersonderzoek minder betrokken zijn geweest. Zoals bijvoorbeeld spreekster Ariane van den Berg. Er is een Warenaar-sessie georganiseerd door de gemeente. Het Keerverkeerbestuur is derhalve van mening dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld ten aanzien van het aanhoren van alle stakeholders in ons dorp de afgelopen jaren in aanloop naar dit realisatieplan. Dit plan kan nooit alle individuele inwoners even tevreden stellen. Wat dat betreft zijn er veel belangen te wegen. Ook binnen onze stichting zijn er buurten met verschillende belangen. En dat heeft u net ook gemerkt. Laten we nou eens kijken naar de doelstellingen op hoofdlijnen van dit verkeersonderzoek. Dat is het reduceren van het aantal autobewegingen door het dorp en met name van ongewenst verkeer. De wegintensiteit op de wegen meer in balans brengen. En als laatste tegelijk ook zorg hebben voor de veiligheid van alle weggebruikers. Dus ook fietsers en voetgangers, hetgeen de leefbaarheid in ons dorp verbetert.
Verkeersdeskundige Royal Haskoning heeft het voorliggende realisatieplan en de verwachte impact op de intensiteit van de diverse wegen doorgerekend met het verkeersmodel. Of dit ook gaat worden gerealiseerd, kan alleen de praktijk uitwijzen. Daarbij is ook rekening gehouden met dat verkeersmodel met de openstelling van de Rijnlandroute in 2023. Het verkeersmodel heeft een bepaalde verwachting van deze impact en ook dat moet zich natuurlijk bewijzen en dat weten we pas in 2023. Ja, ik heb nog even. Afronden alstublieft. Wat zegt u? Wilt u afronden alstublieft? Ja, ook wij, dan zal ik het snel zeggen, ook wij hebben vanuit Keerverkeer en als bestuur niet alles gekregen wat we hadden gewild. Bijvoorbeeld het weren aan de grenzen van Wassenaar, de gehele dorpskern autoluw krijgen. Daarom adviseren we ook aan de gemeente om de komende periode te kijken of er ook de gehele dorpskern autoluw gemaakt zou kunnen worden. Wellicht niet meteen bij dit realisatieplan, want wij zien het realisatieplan als een goede stap in de richting. Maar het is een begin. Er moet nog meer gebeuren wat ons betreft. En wij willen aangeven dat u de jaarlijkse tellingen blijft doen die, met de kabels die u op de wegen doet. Hè, de tellingen van de intensiteit op de wegen. En ook een kentekenonderzoek zodra dat weer mogelijk is en het verkeer weer normaal is. Voor en na de opening van de Rijnlandroute. Ja, dank u wel. Zijn er nog mensen van de commissie die een vraag hebben voor de heer Van Vliet? Dat is niet het geval. Dan was uw verhaal ook heel duidelijk, meneer Van Vliet. En dank. Oh, ik zie de heer Boon. Excuus. Meneer Boon, aan u het woord. Traag internet. Een vraag over de inrichting van de Jagerslaan. We hebben net gehoord van de inspreker dat ook het deel van Zuid is al 30 kilometer, moet alleen nog zo geformaliseerd worden met borden en inrichting. De Jagerslaan gaat op dezelfde manier dan ingericht worden waarschijnlijk, zoals het plan erbij ligt. Kunt u mij aangeven welk effect u verwacht van deze maatregelen in deze omgeving? Meneer Van Vliet. Ja, meerdere effecten. Een belangrijk effect, en dat is ook, heeft het model aangegeven, en moet zich in de praktijk bewijzen. De Jagerslaan wordt gezien inderdaad door verkeer uit de Bollenstreek, maar ook van Den Haag terug naar de Bollenstreek, als een belangrijke doorgaande route. We denken dat op het moment dat het 30 kilometer gaat worden, dat de intensiteit op de Jagerslaan, die overigens bijna 8 keer zoveel is als op de Schouwweg, hè, en net zo hoog is als op de Bakkershagenlaan, dat die dan minder gaat worden. Dat is één. Het tweede is, er zit zowel bij de Jagerslaan Noord, waar al alleen op dat plekje 25 huizen minimaal staan, en dan heb ik nog niet over de hofjes goed bij elkaar gerekend, daar is een onveilige situatie. Want mensen die komen uit hun huizen en uit hun hofjes. En wij denken dus ook dat de inrichting van 30 kilometer veiligheid gaat opleveren op die plek. Maar ook in het wat verder liggende deel richting de Grote Hazenbroekseweg. Waar ook inderdaad villa's staan en waar ook mensen oversteken. En waar ook steeds meer jeugd komt. Dus wij denken dat dat zowel aan de intensiteit als aan de veiligheidskant veel voordelen gaat brengen. Is dat een antwoord op uw vraag? Dank u wel, dat gaan we nu horen, want de heer Boon is zijn hand weer opgestoken. Meneer Boon, Het is deels een antwoord. De ene is, was de intensiteit voor u het enige of ook een snelheidsbelemmerende werking? En de andere is, waar verwacht u dat het verkeer wat niet meer door de Jagerslaan gaat, waar die naartoe gaan? Ja, nou, ja, dank u wel. Kijk, er wordt natuurlijk gesproken over waterbedeffect en dat begrijp ik heel goed. Alleen als er straks al vanaf de storm, zeg maar bij Duinrel, 30 kilometer het gaat zijn, dan verwacht ik eerlijk gezegd dat niet per se het verkeer een andere weg gaat kiezen. Hè, bijvoorbeeld de Van Zuilen doorrijden of wel de storm in en dan, ik noem maar wat, de Ridderlaan en de Poortlaan inrijden en dan richting. Ik verwacht eerlijk gezegd dat waterbedeffect gering zal worden. En overigens, mocht het verkeer doorrijden over de storm,
De schouwweg is al 30 km per uur. Ik verwacht dus ook dat de automobilisten goed weten dat dat een heel onplezierige weg is om als doorgaande weg te nemen. Dus die route wordt niet gekozen. Dus ik denk dat het effect niet zo groot zou zijn als waar men angst voor heeft. Maar dat kun je alleen zien als je het uitprobeert. Dank u wel, meneer Vertiet. Dan heeft u nog een vraag van mevrouw Van Epsen-Wieven. En nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Vliet. Ik heb twee vragen. Ik ben eigenlijk graag benieuwd waarop u dat baseert. Hè? Dus dat waterbedeffect gering is. En als tweede vraag is, wat is er gebeurd met de feedback van de storm van Zuid? Welke feedback bedoelt u? Nou, u gaf aan dat u eerst, heeft u met alle buurtverenigingen natuurlijk, werd vertegenwoordigd. Ja. En daarna zijn er een paar afgevallen. Is wel de feedback meegenomen? Nou ja, als het gaat om de feedback die vandaag door de Storm Zuid is ingesproken, dan is dat natuurlijk hele relevante feedback. Die hoor ik persoonlijk, voor het eerst van de Storm Zuid. Maar de Storm Zuid, dat is, heb ik begrepen, een buurtgenootschap. Dat zijn die kunnen aangesloten zijn bij de buurtvereniging Dorpskern Duinrel. Ik weet dat de buurtvereniging Dorpskern Duinrel, onder leiding van Ton de Mulder en ook Boet Derks, dat die geregeld contact hebben gehad met Ariane, dus met de mensen van de Storm Zuid. Dus daar is mee gesproken. En dus dat wil ik daarover zeggen. En u wilde nog iets vragen over. Nee, wat uw tweede vraag was over de Jagerslaan. Waar denkt u dan dat het verkeer naartoe gaat? Hè? Dat is geloof ik, als ze niet de Jagerslaan ingaan. Nou ja, ik ben wel van mening dat we in een nieuwe situatie zijn terechtgekomen de afgelopen 2 jaar met corona. En dat mensen hun tijd steeds meer, denk ik, gaan slim kiezen om hun auto te nemen. Waar naartoe? Ik kijk ook naar mezelf. Ik ga niet meer 's ochtends, als je weet dat er file is, naar Amsterdam rijden. Want dat is mijn kantoor. Of daar heb ik mijn kantoor. Dus ik denk dat daar al een stukje vermindering gaat zijn in de toekomst. Van vooral op die piekmomenten dat er verkeer door ook ons dorp gaat komen. Dat is één. Twee is, als het echt ontmoedigd wordt dat de Jagerslaan met 30 km per uur. Ja, dan denk ik dat die auto's dus ook gewoon niet meer of door Wassenaar willen gaan rijden. En op een andere manier naar hun bestemming gaan komen. En als ze door Wassenaar misschien gaan rijden, op een ander moment, wat ik net zei. En wat dat betreft, en dat moeten we gaan zien, hopen we natuurlijk van harte dat de Rijnlandroute soelaas gaat bieden over een aantal jaren. Maar ik denk dat, en dat geldt dus, we concentreren ons nu op de Jagerslaan, maar wat ons betreft is de Jagerslaan en de storm en de laan die tegenover de Dirk van der Broek, de Diegels en de Deilenweg aan de kant van het Ammonslaantje en de van de Oude Meulenlaan, allemaal lanen die 30 kilometer gaan worden. Daar is duidelijk een veiligheidsissue ook. Bij de Jagerslaan speelt ook zeker een intensiteitsissue. En wij hopen, en dat heb ik ook net aangegeven, dat dit een start is. Want wat ons betreft wordt ook de dorpskern 30 kilometer. En dat gebeurt ook al in andere steden. Dat is wat ik heb aangegeven. Helaas niet overgenomen, maar laat dit een start zijn en misschien over een aantal jaren is de gemeenteraad wel zeg maar zover om ook andere lanen nog naar 30 kilometer te brengen. Dank u wel, meneer Vervliet. Ik zie nog een vervolgvraag bij mevrouw Van Epps. Gaat u gang, mevrouw Van Epps. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Van Vliet, ik vroeg u, van waarop baseert u dat de waterbedeffect zou meevallen? En als ik het goed begrijp, dat is dus op basis van uw eigen waarneming. Ik kan de aanpassing van het waterbedeffect, er is geen waarneming, want dat weet je niet. Dit is toekomst. Wij kunnen niet in een glazen bol kijken. Dus. Dank u wel. Dan dank ik de heer Van Vliet namens de commissie voor zijn inspraak.
en zijn tijd. En ja. Wil ik u ook verzoeken om de vergadering verder te volgen via YouTube. Zeker, dank u wel hoor. Fijne avond. Dag. En mevrouw van Epps, ja, heel goed, dank u wel. Dan sluiten we hiermee het agendapunt spreekrecht. Dan gaan we verder met de lijst van in ieder geval een stukken gericht in deze commissie. In eerste instantie zijn dat er natuurlijk van de vorige vergadering en een brief van de heer Griffioen. Dan zag ik net de annotatie dat er ook een brief binnen is gekomen van de heer Ruizendaal aangaande agendapunt 8, de beheerplannen. En er zijn heel erg veel brieven binnengekomen voor het oude agendapunt 9, het nieuwe agendapunt 8, de vaststelling van het startdocument, stedenbouwkundig plan van eisen, ontwikkeling Duindicht. En er zijn een aantal brieven binnengekomen voor agendapunt 9, voor het verkeersonderzoek. Ik wil aan ieder die wat heeft ingestuurd heel hartelijk danken voor uw brief. En ik zie dat de heer Van Rossum graag hier wat over wil vragen. Gaat u gang, meneer Van Rossum. Ja, voorzitter, over de ingekomen stukken, de lijst, advies- en toezeggingenlijst van de vorige keer. Bij punt 12, daar staat een opmerking. Naar aanleiding van interne documenten, zoals collegevoorstellen, zullen niet meer bij de stukken worden gevoegd. Dat hebben de commissieleden niet gezegd in de commissie. En ik wil graag weten wie heeft gevraagd aan de griffier dat toe te voegen en waarom. Heel goed, ik wilde inderdaad net gaan vragen of er vragen of opmerkingen waren over de lijst van ingekomen stukken. En dat is bij deze gebeurd. Dat gaan we even opzoeken. Ik denk niet dat we daar nu direct een antwoord op kunnen krijgen. Dus die moet ik even. Die zal schriftelijk worden toegestuurd er nu. Ik zal de vraag uitzetten bij de griffie. En dan zie ik nog een vraag, een opmerking van de heer Van Smirren. Gaat gewoon, meneer Smirren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een antwoord daarop. In de vergadering is door de heer Versloten opgemerkt dat we dit als soort stukken als commissie of als raad niet zouden moeten zien. En daar is door het college bevestigend op geantwoord, volgens mij door wethouder Wassenaar. Dank u wel, meneer Van Smirren. Dat is op zich een opheldering. Ik weet niet of de heer Van Rossum daar al genoegen mee neemt of dat we dat gewoon alsnog even bij de griffie neerleggen om te beantwoorden. Meneer Van Rossum. Nou, het zou toch fijn vinden als de griffie dat eventjes kan verduidelijken. Dan gaan we dat gewoon in orde maken, meneer Van Rossum. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over de lijst ingekomen stukken? Meneer Van Smirren heeft zijn handje nog omhoog, maar ik gok dat dat het oude handje is. Dat is het geval. Dan sluiten we hiermee ook dat onderwerp af. En gaan we verder met agendapunt 4, het vragenhalf uurtje. Er zijn twee vragen binnengekomen. De eerste is van mevrouw Epps Habibe over de transitievisie warmte en verduurzaming. Mevrouw Van Epps, gaat de gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is, vanaf het begin tijdens de behandeling van de startnotitie transitievisie warmte, heeft GroenLinks aangedrongen dat de gemeente zelf het voortouw moet nemen ten aanzien van het verduurzamen van eigen gemeentelijke vastgoed. GroenLinks begrijpt dat de gemeente draagkracht probeert te creëren en wil je draagkracht creëren, dan moet je een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen. Als antwoord heeft het college aangegeven te starten met het verduurzamen van 3 gemeentelijke gebouwen, te weten de bibliotheek, de scouting en de Joodse begraafplaats in Kerkenhout. En de vraag is, wat is de stand van het verduurzamen van deze gemeentelijke gebouwen? En in hoeverre zijn deze 3 panden al onder handen genomen? Ik weet dat er een informatiebrief is uitgeweest in april. Daarin stond dat gestart zou worden in de zomer 2021. En we zitten nu begin december. Dus vandaar mijn vraag hoe de stand van zaken is. Dank u wel. Heel goed, dank u wel. U heeft dus de vraag ook netjes op tijd ingediend. Dus ik weet zeker dat er iemand van het college is die het antwoord voor u heeft. Wie van het college mag het woord geven? Dat is de heer Schokker. Ja, voorzitter. Mag ik het woord geven als u dat behaagt? Ja, dank u wel. We hebben inderdaad informatiebrief hierover gestuurd. Ik heb het ook tijdens de begrotingsbehandeling. Zijn er ook vragen over gesteld? Ik weet niet of het ook vanuit de hoek van GroenLinks was. Het heeft de aandacht van het college. 3 panden zijn ook dingen gebeurd. Er zijn zowel bij de scouting als bij, of in ieder geval bij de, in Kerkenhout zijn er ledlampen geplaatst. In Kerkenhout, of sorry, in de, voor de scouting wordt er ook
gekeken. Alleen is het ook een rijksmonument wat het wat bemoeilijkt. Alleen het is wel duidelijk dat er wat versnelling noodzakelijk is. En daarom zijn we, er wordt er gewerkt aan een externe projectleider om hier, om hier gewoon versnelling aan te geven. Want dat is een belangrijk deel. Dus ik heb ik ook tijdens begrotingsbehandeling aangegeven. Er is hier extra capaciteit voor nodig en daar zijn we mee bezig. Het is wel zo dat we bijvoorbeeld bij de nieuwe projecten zoals de gymzaal, die wordt energie-neutraal, de sporthal wordt energie-neutraal, dus dat is natuurlijk ook ons eigen vastgoed. Dus we zijn druk bezig met deze projecten, maar er wordt een tandje bijgezet om het sneller te laten gebeuren. Dank u wel, wethouder Schokker. Is dat een voldoende beantwoording van uw vraag, mevrouw Van Epps? U heeft nog een vraag. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Nee, helaas. Ik heb het gevoel dat ik het bos wordt ingestuurd met kruimels. Want ik heb, als ik het goed heb begrepen, hoor ik dat er aan gewerkt wordt. En mijn vraag is, wat wordt nu gedaan? In de informatiebrief in april, dus dat is alweer dik 6 maanden geleden, werd gezegd dat er in de zomer gestart zou worden. U geeft aan dat er bij de scouting ledlampen zijn geplaatst. Bij de andere locatie wordt er nog naar gekeken. En ik heb nog niks gehoord over de bibliotheek. Dus ik heb nog een onbevredigend antwoord gekregen. Ja, maar goed, gaan we kijken of dat er nog komt. Want u wilt natuurlijk liever het bos in worden gestuurd met steentjes dan met kruimels. Hè? Dat schiet namelijk niet op. Meneer Schokker, gaat u gang. Ja, voorzitter. Nou, zo wil ik u niet het bos in sturen. Kijk, het is zo dat het dat is gewoon extra capaciteit nodig. En daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Maar bij de bibliotheek, daar is de lastige constructie dat het in een VVE-situatie zit, waardoor alle maatregelen die je moet treffen, bijvoorbeeld en wat we ook in de informatiebrief hebben aangegeven, dat er duurzaam glas in zou komen. Er heeft een studie heeft plaatsgevonden door Kouwberg. Dus er is echt informatie en het gaat nu om het daadwerkelijk uitvoeren. En bij de bibliotheek is dat nog een stukje lastiger, omdat het dus in samenspraak met de andere mede-eigenaren van het pand moet. Dus ik hoop dat mevrouw Van Epps toch iets nadere informatie geeft. Maar er komt een projectleider die gewoon offertes gaat uitvragen en zorgen dat het gebeurt. Dat is het allerbelangrijkste. Dus daar zitten we ook bovenop. Hartelijk dank, wethouder Schokker. En dan is er wel iets te laat, maar van de heer Zoutendijker ook nog een vraag binnengekomen over de straatverlichting. Meneer Zoutendijk, gaat u gang, wilt u uw vraag kort toelichten? Ja, het is een hele korte en eenvoudige vraag. Het valt mij op dat de straatverlichting, openbare verlichting, vaak pas aangaat als het al heel erg donker is. En ik heb altijd begrepen dat het gebruikelijk is om 30 minuten voor de zonsondergang, als het al schemerig wordt, dat dan die verlichting aan zou moeten gaan. Ik vind het nu echt een onveilige situatie. Ik weet niet of het overal in Wassenaar zo is, maar in ieder geval in de buurt waar ik woon valt me dat op. Dus ik heb een vraag hoe dat zit. Dank u wel. Duidelijke vraag. Wie mag ik van het college vragen voor het antwoord? Voorzitter, komt u bij mij terecht? Meneer Zoutendijk, ik dacht dat het een makkelijke vraag was, maar het is nog best wel een gecompliceerd antwoord. Want het gaat niet over het reguliere instellingen van de verlichting. Want we zijn op het moment bezig met de vervanging van de communicatieschakelaars. En dat betekent eigenlijk dat sommige van die schakelaars, die zijn oud. Daardoor zit er wat vertraging in en die worden nu per deel in Wassenaar worden die vervangen. En u woont waarschijnlijk nu op het stukje waar de vertraging het grootste is, maar waar hopelijk binnen 2 weken de schakelaar vernieuwd is en vervangen is en op het juiste moment aan kan gaan. Maar we zitten in een transitiefase waarbij de communicatieschakelaars dus vervangen worden. Maar we hebben niet uit andere redenen dat wij de straatverlichting specifiek lang uit willen houden. Dus het is eventjes nog wachten tot alle schakelaars in goede volgorde aangepast zijn. Dank u wel. Duidelijk vraag, duidelijk antwoord. Dan heb ik ook nog een vraag binnen zien komen van de heer Koetsier over de precario-rechten. Meneer Koetsier, het woord.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een korte vraag. Het is alweer bijna 9 uur en tijd voor pauze, geloof ik. Terwijl we nog geen onderwerp behandeld hebben. Alleen aangehoord hebben ze, excuses ervoor. Korte vraag. Hoe gaat de gemeente om met de precario voor de ondernemers? We hebben begrepen dat de ondernemers in het dorp op het eerste deel van 2021 geen precario hoeven te betalen. Terwijl de strandondernemers wel voor het volle fonds over 2021 worden aangeslagen. Zou de wethouder hier een toelichting over geven over het hoe en wat? Dank u, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Kortier. Wethouder Klaver, nu het woord. Ja, we hebben hier als college hebben wij gedurende het jaar en afhankelijk ook van welke maatregelen nu wel en niet genomen worden vanuit het Rijk, kijken wij gedurende het hele jaar kijken wij naar wat kunnen wij doen als gemeente, wat kunnen wij niet doen. En met betrekking tot de precario hebben wij voor het centrum tot en met juni hebben wij de precario voor de terrassen hebben wij kwijtgescholden en voor het strand vooralsnog niet. Dank u wel voor het antwoord. En nog een vervolgvraag? Meneer Koetsier? Nee, dat is niet het geval. Kijk nog even de kring rond. Ik zie dat meneer Paulides ook nog een vraag heeft. Ja. Meneer Paulides, gaat de gang. Ik wilde even reageren op die precario-vraag. Want ik had diezelfde vraag bij de najaarsnota gepland om die te vragen. Bij het strand, de brief van april zei dat de precario afgeschaft zou worden of kwijtgescholden zou worden voor de ondernemers tot 1 juli. Voor het strand inderdaad zou dat later bekeken worden. En ik heb gehoord dat wethouder Klaver ooit geweest is bij een van de exploitanten op het strand en toen gezegd heeft, ja, maar u heeft het druk genoeg, u krijgt geen kwijtschelding van de precario. Dat kan natuurlijk niet, hè. Ik vind dat als je precario rechtelijk kwijtscheldt, dat je dat voor iedereen op dezelfde manier moet doen. En ik dacht niet dat de gemeente een inkomensbeleid kon toepassen. Want dan moet je de winkeliers in het centrum ook op diezelfde manier behandelen. Dus of allemaal de precario of niemand. Dus graag de reactie van de wethouder. Ja, het betreft hier, ik kan me niet herinneren dat ik zulke uitspraken heb gedaan. Maar even met betrekking tot de precario voor de terrassen. In het centrum gaat het over een heel klein deel van de totale kosten die de ondernemers daar moeten maken. Op het strand betreft het bijna de helft van de pacht, omdat de gemeente gaat over zowel terrassenpacht als over de overdekte pacht, om het zo maar te noemen. En daar is een afweging gemaakt binnen het college om voor dit jaar 2021, waarbij ook voor de strandondernemers de mogelijkheid nu bestaat om ook weer de paviljoens te laten staan. Wat kan helpen in de exploitatie van de ondernemers om die te dekken. Dus dat is de overweging geweest. Oké, dank u wel. Meneer Paulus, wilt u er wat op aanvullen? Want of is het voldoende in de beantwoording? Nou ja, ik vind het een flauwe redenering om dat op deze manier te doen. Omdat de kosten heel erg hoog zijn, gaan we het niet kwijtschelden. Of dat de huur en de pacht heel hoog is, gaan we het niet kwijtschelden. Ik vind dat als je precario kwijtscheldt, dat je het voor alle ondernemers moet doen. Dus ik zou toch nog graag een keer een herziening van dit standpunt willen zien van het college. Ik weet niet hoe de andere raadsleden, collegeleden, hoe heet het, coalitieleden, collegeleden, commissieleden erover denken. Misschien kan iemand reageren. Hoe zij dit zien? Misschien kunnen we het ook een keer agenderen als u dat zou willen. Maar op dit moment heeft meneer Hendricks. Wil graag reageren. Meneer Hendricks. Yes, ja, dank. Nou, ik weet dat er een brief is onderweg is naar de raad. Vanuit de strandondernemers. En ik zelf heb ik hier wel een aantal opmerkingen over, een aanmerking over. Ik kan namelijk op geen enkele wijze de redenering van de wethouder volgen. Waarbij dan enige mate van gerechtigheid of rechtvaardigheid sprake is. Dus dat is één. Twee, voor de rest wil ik het laten liggen tot de raadsvergadering, want dan wordt die brief aangeboden en dan komt het opnieuw aan de orde wat mij betreft. Dank u wel. Heel goed, en dan kunt u het ook inderdaad agenderen. Mevrouw Goud, heeft ook een aanvulling erop?
Ja, voorzitter, ook een procedurele aanvulling. Ik stel voor dat we het agenderen op een of andere wijze. Dank u wel. Precies, wat ik net ook zei. Meneer Hendricks die gaf al aan, er komt een brief en dan komt hij bij de lijst ingekomen stukken voor de raad. En dan kan hij vervolgens door naar het presidium door. En dan zal het presidium die agenderen op de eerstvolgende commissievergadering. Dan gaan we dat op die wijze gewoon afhandelen. Zijn er dan verder nog vragen die ineens opborrelen? Kort vraag, half uurtje. Dat is niet het geval. Ja, excuus. En dan gaan we verder met... Voorzitter. Ja, u zegt die spontaan komen opborrelen. Dat is toch niet gemeend, hoop ik. Want ik begrijp dat vragen voor 12 uur 's middags ingeleverd moeten worden. Dus ik neem aan dat al deze vragen voor afgelopen 12 uur, afgelopen middag, 12 uur zijn ingediend. Dat klopt. En de vragen zijn ook voor 12 uur ingediend. Bijna allemaal, zullen we maar zeggen. Maar wie weet was er spontaan iets opgekomen. Meneer Paulus die gaat erop verder. Dus dan, maar u heeft helemaal gelijk. Vragen dienen voor 12 uur te worden ingediend. En zodat het college ruim de tijd heeft om deze voor te bereiden. En dan ook te behandelen in de commissie. Dank u wel voor die toevoeging. Dan gaan we verder met agenda punt 5. Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regeling in het bijzonder. Is er nog iets te melden vanuit de commissie voor vergaderingen? Dat is niet het geval. Vanuit het college zijn er nog vergaderingen geweest van gemeenschappelijke regelingen waar u iets over wilt terugkoppelen. Ik zie geen handjes, dan is dat ook niet het geval. Dat is mooi, dan sluiten we dat agendapunt ook. En dan kunnen we hopelijk voor de pauze de volgende twee punten nog behandelen. Eerst is het intrekken van de straatnaam. Gevraagd besluit is de straatnaam Stompwijkstraat in te trekken. Het bestemmingsplan Stompwijkstraat is in juni door de raad vastgesteld. En het intrekken van de straatnaam is hiervan een uitvloeisel. Zijn hier mensen die hier wat over willen zeggen of kunnen we dit als hamerstuk doorgeleiden naar de raad? Ik zie meneer Zoutendijk, meneer Van Rossum. Ik kan dat nog niet meteen als hamerstuk door laten gaan. Meneer Zoutendijk, aan u het woord. Gaat u gang. Ja, dank u wel voorzitter. Ik vroeg me af of de naam van Stompwijk op een of andere manier waardevol genoeg is om zeg maar op de reservelijst te plaatsen. Ik hoor graag de zienswijze van het college daarover. Dank u wel voorzitter. Dank u wel. En de heer Van Rossum, het gang. Ja, voorzitter. We zijn het eens met de inhoud, maar niet met de vorm. Want wij vragen ons af of dit wel een raadsbesluit moet zijn. Het college schrijft in zijn adviesnota: ondanks de zeer geringe impact van dit besluit, valt dit buiten het delegatiebesluit. Doordat niets is opgenomen in het delegatiebesluit over het intrekken van een straatnaam, ligt de bevoegdheid bij de gemeenteraad. Maar ik kan het mis hebben, maar ons inziens is het delegatiebesluit uit 2009 niet relevant. Ik geef toe, ik heb in het verleden dit delegatiebesluit ook wel eens geciteerd en als relevant aangenomen. Want we mogen als raad tenslotte afgaan op de achtergrondinformatie die bij voorstellen wordt gegeven. Niet dus. Het college is kennelijk niet op de hoogte van onze eigen APV. Die is van 2014 en die is ook nog specifieker. Dus die gaat boven het delegatiebesluit. Als je artikel 6 van de APV leest, die gaat over naamgeving en nummering, adressen. En lid 2 van artikel 6.2 luidt: het college kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken. En lid 3, dat luidt: onder vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan. Het college raadpleegt de raad alvorens een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt genomen. Dus, als ik het goed begrijp, heeft de gemeenteraad toen ze de APV vaststelde, de bevoegdheid die de raad had op grond van de wet Bach, namelijk om straatnamen vast te stellen of in te trekken, gedelegeerd aan het college. De gemeenteraad hoeft dus geen besluit hierover te nemen, maar ze moet wel geraadpleegd worden. Met andere woorden, dit voorstel is niet rijp voor besluitvorming, maar moet worden gewijzigd in die zin dat de raad wordt uitgenodigd wensen en bedenkingen te uiten. We nodigen dus het college uit een raadpleegbrief te sturen, net zoals dit bij het volgende agendapunt is gedaan. En dan hebben we het nog niet eens over de tekst van de overweging waar staat gelet op artikel 6 van de artikel 6 enzovoort. En verder kunnen we het delegatiebesluit ook intrekken, want het is opgenomen in de APV, uitgebreider. En het leidt alleen maar tot verwarring als dat delegatiebesluit blijft bestaan. Misschien kan het college met een voorstel daartoe komen. Dank u. Dank u wel voor uw betoog. Ik denk dat helemaal duidelijk. Ik denk dat ik onze burgemeester het woord mag geven hiervoor. Klopt dat? Ja, goedenavond allemaal.
Meneer Zoutendijk, is de naam van Stompwijkstraat belangrijk genoeg om op de lijst te zetten? Ja, natuurlijk. Het is een straat die lange tijd zo geheten heeft en vernoemd naar de familie van Stompwijk, die er overigens heel lang geleden in de buurt heeft gewoond. Natuurlijk is dit een naam die we kunnen opnemen, maar het is overigens wel een hele lange lijst. En er worden niet zo heel veel straten in Wassenaar uitgegeven. Dus in die zin wil ik ook geen valse verwachtingen wekken. Er zijn natuurlijk wel degelijk ook andere straten die van belang zijn. Sterker nog, en dat sluit aan bij het voorstel wat straks voor ligt. Soms moet je zelfs heel hard op zoek om uiteindelijk iets te doen wat al lang geleden is toegezegd. Maar de naam is niet weg en hoort gewoon bij de geschiedenis van Wassenaar. En daarmee is die in die categorie relevant. Ja, dan de heer Van Rossum ten aanzien van het delegatiebesluit. Het college is toch echt van mening dat dit delegatiebesluit de onderliggende legger was voor dit verhaal. Waarbij daarbij het dus niet opgenomen is de bevoegdheid. En vandaar dat wij bij het opheffen van een straat en zo, is het ook, zou ik maar zeggen, geïnterpreteerd. Wij dus expliciet de toestemming van de raad vragen. Dit is in ieder geval het juridische advies wat onder dit voorstel ligt. Ik denk ook dat het niet het bedoeling kan zijn dat een algemeen plaatselijke verordening en een delegatiebesluit door elkaar heen gaat lopen. En ik wil eigenlijk ook in die zin een praktisch beroep op u doen. Het gaat hier over een straat waar we het volgens mij allemaal hartstikke over eens zijn. Want de straat komt namelijk niet terug, want er is namelijk gesloopt. En daar komt heel mooi nieuwbouw voor terug. Dus het gaat over het praktisch uitvoeren van iets wat in de werkelijkheid gebeurt. Ik ben het met u eens dat dat netjes afgehecht moet worden. Dus ik wil met alle plezier u toezeggen dat wij nog met een brief komen waarbij we nog eens even een juridische toelichting geven om waarom deze keuze is gemaakt. Dat doet wat mij betreft en wat het college betreft niks af aan het feit dat het goed is. En daarmee, want in elke beredenatie was het ook nodig om u ook van in kennis te stellen om dit op deze manier te doen. En ik wil u ook nog wel even wijzen op het feit dat we binnen de gemeente Wassenaar ongelooflijk veel activiteiten te doen hebben. En als we van elk verhaal, zal ik maar zeggen, op deze manier er werk van moeten maken. Het gaat mij erom wat we de facto bereiken. En dat is het feit dat deze straat niet meer bestaat. En we moeten dat dus netjes afhechten. Maar ik wil u toezeggen dat we nog gaarne een juridische uitleg geven op dit besluit. Maar ik zou wel graag doorgaan met dit besluit. Dank u wel, wethouder. Dan zie ik daar een interruptie van de heer Van Rossum. Ik dank de burgemeester voor zijn toelichting. Ik ben het... Ik denk dat de heer Van Rossum even weg is. Hij heeft denk ik de verkeerde knop ingedrukt. In ieder geval wil ik alvast gebruik maken van de gelegenheid om de toezegging die de burgemeester zojuist heeft gedaan om het juridisch nog even in een brief te onderbouwen, dat die is opgeschreven. En dat we die meenemen bij dit agendapunt. En dan hoop ik dat de heer Van Rossum weer terug is. Meneer Paulides. Ja, mag ik dan misschien even erin vallen? Volgens mij hebben we dezelfde discussie gehad bij de Willebordes. Daar was ook die benoeming van die straat en daar hebben we een discussie gehad. Maar vraag even niet hoe dat nou precies zat. Maar volgens mij is daar al het antwoord op gekomen in de tijd. Dus, meneer Van Rossum zou dat moeten weten. Hij woonde er vlakbij in die tijd. Dank u wel. Is de heer Van Rossum inmiddels weer terug? Ja, excuses voorzitter. Ja, ik weet niet wat er gebeurde. Ik zal wel op de verkeerde knop gedrukt hebben. Maar ik wilde eigenlijk toch mijn punt herhalen. Wij zijn helemaal voor het opheffen van de naam Stompwijkstraat. Het enige is dat wij willen dat het zuiver gebeurt. En ons als inziens is het heel makkelijk. We besparen uw werk als u gewoon eventjes de APV leest, artikel 6. Daar is alles al in geregeld.
Dank u wel. Burgemeester, aan u het woord. De APV die is bekend, alleen het gaat nu even over de interpretatie van hoe het delegatiebesluit zich verhoudt tot de APV. En dat heb ik u toegezegd, dat ik dat gaarne nog nader onderbouw in een brief die u krijgt. Maar het gaat hier dus over de weging daarvan. En dat zeg ik u toe, dat u daar een brief over krijgt. Ja goed, en verder bij de vaststelling van de gemeenteraadsvergadering stelt de raad de agenda vast. Dus dan kan dat wegingsmoment natuurlijk altijd nog gedaan worden. Ja. Dus ik zeg u toe dat ik u nader ga informeren over de verhouding, hoe het zit. Want daar is een goede uitleg op te geven. En dat zal ik u schriftelijk doen toekomen. Dank u wel. Dan vermoed ik dat het wel duidelijk is voor u ook, denk ik, meneer Van Rossum. U krijgt een toelichting van waarom het voor deze weg gekozen is. U krijgt een toelichting voor de juridische ondergrond van deze keuze. En als deze keuze u niet bevalt, dan kunt u uiteraard in de raadsvergadering dit punt weer aanpakken. Voor tot nu toe denk ik dat met de inhoud van het besluit u wel eens was en dat iedereen het daarmee eens is. Kan ik dit punt noteren als hamerstuk voor de vergadering van 16 december met daarbij dus de annotatie dat er een juridische toelichting komt, wat het dan vervolgens kan tegenhouden. Is dat het geval? Ja, dat is het geval. Heel goed, dan sluiten we dit agendapunt en gaan wij verder met agendapunt 7, het vernoemen van de openbare ruimte naar G. van Barneveld, verzetstrijder. Dit stuk gaat niet door naar de raad, het is een raadtegenbrief, het is een bevoegdheid van het college, maar voordat het college een besluit neemt, wordt het besproken met de commissie. Ik heb al gezegd bij de schriftelijke insprekers dat de heer Kneijnenburg heeft ingesproken, dat heeft u allemaal kunnen zien. Ik wil eigenlijk ook dit punt de heer Peter Kneijnenburg nog bedanken voor zijn inspanningen. Ik zie al heel veel handjes omhoog gaan, maar we wachten heel even. Zijn inspecteurs heeft u alle kunnen lezen en ik heb nog even contact gezocht met de heer Kneijnenburg. En hij had u heel graag persoonlijk allemaal willen toespreken. Een aantal woorden van hem wilde hij toch nog aan u richten. Het is zo ontzettend belangrijk dat wij ons continu moeten beseffen dat wij gezegend zijn met onze vrijheid. 77 jaar geleden is een gemeente ontvanger van onze gemeente die in de oorlogstijd plichtsgetrouw zijn werk deed en oog had voor de medemens gearresteerd. Hij pleegde actief verzet tegen hen die de democratie verafschuwden, hielp mensen waar nodig en moest het met een afschuwelijke dood bekopen. Een blijvende herinnering aan deze man door middel van het benoemen van een park waar jong en oud bijeenkomen is meer dan terecht. Was getekend Peter Kneijnenburg. Dan wil ik eigenlijk graag nu het woord geven aan mensen die er ook wat over willen zeggen. Ik had eigenlijk gehoopt dat we dit met iedereen wil konden aanvaarden. Maar ik begin bij de eerste. Ik zie dat de heer Menke wat wil zeggen. Mevrouw Goud, meneer Van Rossum, meneer Zoutendijk en mevrouw Pauli. Meneer Menke, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. VVD wil heel graag de heer Kneijnenburg danken voor zijn tomeloze inzet ter zake. Wij staan volledig achter dit besluit waar we zelf niks over te zeggen hebben. En we willen benadrukken dat het inderdaad belangrijk is om de zo zwaar bevochten vrijheid te blijven herdenken. En denken dat de vernoeming van het park naar Van Barneveld een prachtige stap is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Menke. Dan gaan we nu naar mevrouw Goud. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook D66 vindt dit een heel mooi moment dat dit besluit eindelijk genomen kan worden. Ook van onze kant. Veel dank aan de heer Kneijnenburg. Ook zijn brief die hij geschreven heeft heel helder en mooi verwoord. Dus onze volle steun. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Omdat de handjes meteen verdwenen heb ik één iemand gemist. Maar die komt zo meteen. De heer Van Rossum, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ook wij zijn het helemaal eens met de vorige sprekers en met de inhoud van dit voorstel. Het is heel terecht dat de heer Van Barneveld eer wordt gebracht door een stuk openbare ruimte naar hem te vernoemen. En dat die belofte uit 1950 nu gestand wordt gedaan. En we staan ook helemaal achter de schriftelijke inspraak van de heer Peter Kneijnenburg.
En dat heeft er helemaal niets mee te maken dat hij een partijgenoot is, want dit is een zaak die boven alle partijen uitgaat. En we hopen ook dat het voorstel met algemene stemmen wordt aangenomen. En hij schreef, hij hoopt dat het met applaus gebeurt. Het is een beetje moeilijk te zien of horen tijdens een online vergadering. Dan wil ik tenslotte toch nog wel even opmerken dat ik herhaal wat ik in de vorige agendapunt heb gezegd. De APV artikel 6 zou volgens mij van toepassing moeten zijn. En daar staat dat de raad, dus niet de commissie fysieke leefomgeving, geraadpleegd moet worden. Nou ja, ik wacht de juridische reactie af van de burgemeester van het college. Dank u wel, meneer Van Rossum. Duidelijk, mevrouw Pauli, aan u het woord. En ik heb meneer Zoutenwijk gezien. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook lokaal Wassenaar wil natuurlijk is erg blij met het eerbetoon aan de verzetstrijder Geesbert Barneveld. Het heeft lang genoeg geduurd en hij verdient het en met hem alle andere verzetstrijders. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Pauli. Meneer Zoutendijk, aan u het woord. Ja, voorzitter, een prima voorstel. Staan we helemaal achter. Gelukkig dat het zover is gekomen. Maar nog wel een andere opmerking van heel andere aard. Ik weet niet of u het platform signalering onjuist spatiegebruik kent. Maar het valt mij op dat de laatste tijd telkens, en dit noem ik het burgemeester Schoutenpark, maar ook het Erik Hazelhof, Roelsema Tunnel en nu weer de Geesbert van Barneveldpark, dat telkens ten onrechte een spatie wordt geplaatst tussen de naam en de aanduiding park of tunnel of straat. En ik heb een vriendelijk verzoek aan het college om dit keer ons verschoond te houden van onjuist spatiegebruik. Tot zover. Dank u wel, meneer Zoutendijk. Niemand is ervoor om bordjes vaker te vervangen. Dan geef ik het woord aan burgemeester De Lange, pok ik. En nu het woord, burgemeester. Ja, dank u wel voor deze brede steun vanuit de commissie. En ik ben daar ook wel heel blij mee. Ik denk dat dit een belangrijke stap is. Een stap die ook past in een bredere traditie die we neerzetten in onze mooie gemeente. Om te herdenken en stil te staan bij zaken. En toen ik voor het eerst hoorde dat dit speelde en al zo lang lag, toen dacht ik, dit zouden we op een andere manier kunnen oplossen. Ik ben blij dat daar steun en draagvlak voor is. Met alle credits en eer aan de heer Konijnenberg, die dit echt met een enorme onderbouwing en ook gedrevenheid in de afgelopen jaren heeft op de agenda heeft weten te zetten. Ik ben blij dat we dat kunnen afronden. En dan moet je natuurlijk altijd oppassen dat je dan het allerlaatste stukje ook goed doet. Meneer Zoutendijk, wij zullen naar de spatie gaan kijken. Wij zullen ook de schriftgeleerden daar even op loslaten. En ik vind het natuurlijk uitstekend als wij. Het moet de correcte spelling zijn die daarbij passend is. En dan komt park, want ik ga meteen af op uw informatie, komt het park natuurlijk erbij aan. En dan gaan we dat op die manier doen. Staat. Dus dat zullen we, zou ik maar zeggen, meenemen. En dank. En dan gaan we dit verder zo uitvoeren. En dan gaan we vooral voorbereiden het moment dat we ook het Geesbert van Barneveldpark ook daadwerkelijk kunnen onthullen. Waarbij we natuurlijk ook zullen zorgen voor de juiste informatie bij het park. Dat willen we op meer plekken doen met een QR-code waar je de historie en de oorlogsgeschiedenis van Wassenaar ook meekrijgt. Zodat we er ook met elkaar ons kunnen informeren, maar vooral ook van kunnen leren. Dus dank. Dank u wel, burgemeester. U bedoelde natuurlijk de heer Peter Konijnenberg. Ja, sorry. De heer Peter Konijnenberg. Ja, zeker. Ja, ik zie dat er nog een vraag is van de heer Hendricks. Gaat de gang, meneer Hendricks. Dank u wel. Omdat u geen woordvoerder bent trouwens, maar we staan op dit moment. Ik weet dat ik geen woordvoerder ben. De kwestie is dat het ging net over spelling. En het enige wat ik wil zeggen is dat het niet Konijnenburg is. Maar de K wordt gevolgd door de N en het is Konijnenburg. En ik weet dat hij een grote hekel eraan heeft wanneer het uitgesproken wordt als Konijnenburg. Dus vandaar dat ik heel even kort aandacht aan geef. Dank u wel.
Dank u wel voor deze opmerking. En het was al opgemerkt door de burgemeester. En dat hebben we rechtgezet. De heer Peter Kneijnenburg, heel erg veel dank voor uw inzet. En met dit prachtige resultaat. Dan wil ik nu 5 minuten schorsen. En dan gaan we daarna verder met de startdocument voor Duindicht. We zijn geschorst. Goed, dan vervolgen we de vergadering. En gaan we over naar agenda punt 8. Nieuw agenda punt 8. Vaststellen, startdocument, een stedenbouwkundig plan van eisen, ontwikkeling Duindicht. Ligt een voorstel voor van, van het college. En er zijn heel erg veel brieven binnengekomen waar je kennis van heeft kunnen nemen. Ik zou
Ik denk dat wij wel kunnen concluderen dat dit waarschijnlijk geen hamerstuk gaat worden. Dus ik zou graag willen verzoeken om de tijd die we nu gebruiken gelijk te onderzoeken of u draagvlak kunt vinden voor eventuele wijzigingen die u naar voren wilt brengen. En dat de discussie zich richt op het verbeteren van het plan zoals het college voorstelt. Ik kan natuurlijk ook dat u het allemaal helemaal eens bent met het plan en dat het perfect is. We gaan het zien. Wie wil hier ook het woord voeren? En graag de handjes even omhoog houden, zodat ik goed kan opschrijven. Dank u wel. De heer Ronke. Smering, meneer Boon. De Goes. Goetsier. Paulius. Meneer Zoutendijk. En dan hebben we mevrouw Goud als nee. Heel goed, mag u de handjes laten zakken en dan geef ik als eerste het woord aan de heer Ronke. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank. Ik moet zeggen, gezien het aantal ingezonden reacties vanuit de inwoners richting de gemeente, kan ik zeggen dat het wel een heel belangrijk onderwerp is. Ik kan me niet heugen dat in de afgelopen 4 jaar, of in deze raadsperiode, er zoveel inzendingen zijn geweest als nu. Dat geeft aan, het leeft bij de inwoners. Dit is gewoon een belangrijk onderwerp. Ik zal niet gaan uitweiden over de geschiedenis van de renbaan. Iedereen weet hoe het erbij staat en we weten allemaal wel dat er iets moet gaan gebeuren. Er zijn wel echter een aantal dingen die wij zeer belangrijk vinden dat ze goed worden geregeld als wij hiermee doorgaan. Want het is uiteindelijk nu niet een plan. We gaan alleen maar een startdocument vaststellen. Wat je ziet vanuit de inwoners, wat heel erg leeft, en dat is het verkeer. De Waalsdorpweg is nu eenmaal een smalle weg waar het al relatief druk is. Als je dat goed wil gaan handelen als er meer verkeer komt, zou je iets moeten gaan doen. Het is niet onze taak om nu hier te gaan verzinnen wat er gedaan moet worden. Dat leg ik gewoon geheel en al bij de initiatiefnemer neer. Er moet gewoon een goed doordacht plan komen met een goede onderbouwing waarom verkeer op deze locatie kan worden uitgebreid en hoe het misschien op een andere manier kan. En dat kan ook via de ontsluiting op de Landscheidingsweg. Dank u wel. Weer een interruptie van de heer Paulides. Meneer Paulides, gaat de gang. Nee, sorry. Ik zet de camera aan en het handje kwam ineens op. Oké. Gaat u verder. Vervolgt u betoog, meneer Ronke? Dan ga ik gewoon verder, inderdaad. Nou, verkeer zorgt ook voor parkeren. Dus ook het parkeren moet gewoon compleet worden ingedekt. Dat niemand in de buurt last heeft van parkeren. Ook hiervan zeggen we, initiatiefnemer, kom met een goed plan en overtuig ons dat het kan. Er is natuurlijk al een parkeerterrein bij de renbaan, dus we gaan het zien. Wat wel op zich vreemd is, de renbaan, het gaat over paarden en nog een keertje paarden. En wat we zien in de plannen, en ik ga echt niet een ondernemer vertellen hoe hij zijn werk moet gaan doen of wat dan ook. Maar alle stallen worden afgebroken, dat snap ik gezien de staat van onderhoud. Maar de paarden die er nu staan komen niet meer terug. Nou, er spelen dan 2 dingen. Als je nou zegt van wij willen een levendige renbaan, ja misschien moet je die reuring van de paarden daar toch houden. Maar als je dat niet doet en je gaat deze paarden geen vaste locatie meer op de renbaan geven, dat betekent dat die paarden waarschijnlijk een paar keer per week van een andere locatie naar de renbaan heen en weer worden gereden. En dat zorgt dan natuurlijk weer voor extra verkeer. Dus ja, ik ga me nogmaals niet bemoeien met de inhoudelijke financiële gevolgen van keuzes die ze maken. Maar nu paarden uitplaatsen en je wil het levendig houden, ik wil er wel een goed verhaal bij hebben. De renbaan is natuurlijk een renbaan. Paardensport is iets wat voornamelijk overdag gebeurt. En dat is prima. Alleen, wij zijn toch niet bang. Maar wij willen erop voor sorteren dat de nieuwe locatie van de renbaan met een hotel en andere faciliteiten geen partycentrum wordt. Natuurlijk moet het mogelijk zijn om een bruiloft te houden. Dat snappen we. Maar ik kan me voorstellen dat Armin van Buren tot 2 uur in de nacht op die baan daar muziek zat te draaien. Dat dat ook heel gezellig is. Alleen niet voor de buurt. Dus het is een renbaan. Het moeten paardengerelateerde activiteiten zijn. Het moet geen partycentrum worden. Dus wij willen ook in de plannen gewoon duidelijk zien, wat gaan we daar doen. Volgend punt van zorg, want op zich zijn we heel blij met het plan, hè, maar er leven wel wat zorgen. Wij snappen dat er een financiering moet komen. En wij willen zelf snappen dat je met woningbouw het gaat financieren. En dan snappen we ook nog dat je om de exploitatie dekkend te krijgen misschien nog wel hotelinkomsten nodig hebt. Maar in welke volgorde gaan we dit doen? Wij willen de absolute garantie dat woningbouw niet wordt gedaan, tenminste wel wordt gedaan,
waarna blijkt dat de renbaan financieel toch niet uit kan. En de rest van de plannen dus niet worden uitgevoerd. Dus wij willen gewoon 100% zekerheid hebben als de woningen worden gebouwd, de renbaan wordt opgeknapt. En hoe dat gedaan wordt, wederom, daar ga ik niet over. Ik wil er ook niet over gaan, maar die garantie wil ik wel hebben. Dus niet woning bouwen en daarna vertrekken met het geld. En dit klinkt vrij cru, maar dit is echt wel een angst die leeft. Dank u wel. U heeft nu wel een interruptie, denk ik, van de heer Van Smirren. Ging ook twee keer, maar... Ja, het was juist. Ik wilde wat vragen. Ik had ook tot mijn bijdrage kunnen beperken. Maar ik heb een vraag voor de heer Ronke. Want aan de ene kant wil hij de ondernemer de volle ruimte geven. En ga vooral aan de slag met een mooi plan. En we zien tezijdentijd wel wat op tafel komt. Een beetje vrij vertaald, maar dat begrijp ik uit zijn bijdrage. Maar aan de andere kant wil hij allerlei waarborgen. En stelt hij nu ook... Dus ik ben even in verwarring. Kun je daar wat meer over bijpraten? U viel bij mij heel even weg, dus ik weet niet of de heer Ronke de vraag goed heeft gehoord. Nou, bij mij viel die ook heel even weg, maar ik kan aardig inschatten wat de heer Van Smeer aan het vragen is, dus ik denk dat ik wel antwoord kan geven. Nou, kijk, wij willen een ondernemer vrijheid geven, alleen als iemand de garantie dat het plan wordt uitgevoerd. Dus wij leggen nu geen restricties op. Het is nog steeds een ondernemer die zijn gang kan gaan, maar wij willen wel de zekerheid dat het niet alleen maar woningbouw wordt, maar dat het totale plaatje wordt uitgevoerd. Dus geen restricties, zekerheid willen wij. Ik hoop dat de vraag daarmee beantwoord is. Dat gaan we nu horen van de heer Versmeren. Ja, die is beantwoord. Hier, duimpje. Ga dus verder met uw betoog. Ja, dan die woningbouw, dat geloof ik wel, dat gaat geld opleveren. Dat je daarmee die renbaan kan opknappen, dat geloven wij ook wel. Want dat zal goed uitgerekend zijn wat de opbrengst is en wat de kosten zijn van de stichting van een hotel, een renbaan en dergelijke. Maar nu komt het. Over 5 jaar blijkt dat het misschien toch allemaal niet zo heel erg rendabel is. Wat gaan we dan doen? Want dan ineens wordt de activiteit minder. Het hotel komt leeg te staan. Wie weet dreigt er wel een faillissement. Iedereen kent aan de Katwijksweg het mooie hotel Wassenaar. Alleen dat is geen hotel meer, maar dat is een plaats waar arbeidsmigranten wonen. Iedereen kent hotel Auberge de Kieviet. Helaas, ook gesloten. En daar gingen al geruchten dat dat misschien door arbeidsmigranten bewoond zou gaan worden. Ja, wij willen toch niet aan Wassenaar Zuid dat misschien leeg komt te staan waar arbeidsmigranten gaan wonen. Want daar passen wij voor. Dus dit is echt wel een plan. Wij willen hier een hele goede financiële basis zien. En dat het niet voor 5 jaar is en oh ja, nu staat er eenmaal een gebouw en nu moeten we er wat mee. Want dat is natuurlijk altijd het gevaar wat je loopt. Je gaat iets bouwen, het komt niet uit en dan moet je er wat mee. Dus wij willen hier toch echt wel garanties. En voordat ik nu vragen krijg, ik zal niet weten hoe wij die garanties willen hebben. Dit is aan de initiatiefnemers om ons ervan te overtuigen dat het kan. Dank u wel, meneer Ronke. U heeft toch een vraag gekregen van de heer Boon. Ja, het is dat eigenlijk beantwoordde de heer Ronke die al door te zeggen van ik laat dat vooral bij de ontwikkelende partij om ons te overtuigen. Maar we nemen nu wel een besluit en diezelfde ontwikkelende partij die gaat over een aantal keren zeggen van nou, ik heb al heel veel tonnen gestoken in de voorbereiding. U gaat mij nu toch niet laten vallen. En u kunt toch wel enige indicatie geven van wat u wilt zien, want geld krijgt u niet te zien. Of is dat wat u wilt zien? Wilt u overeenkomsten zien? Wat wilt u op tafel hebben? Want dan kan misschien de ontwikkelende partij nu ook al besluiten om of te stoppen of rekening houden met uw vraag en alles open en transparant opstellen. Dank u wel, de heer Ronke. Ik kan hier best wel een antwoord op geven. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik ben ook wel eens bij de bank geweest voor financiering. En ik heb blauwe ogen. Dat zult u op de camera niet kunnen zien. Maar de bank die geloofde mij nooit met mijn blauwe ogen. Ik moest een ondernemersplan aanleveren en een expectatie van 5 jaar. En daarna nam de bank een besluit. En iets in die trant zou misschien voldoende kunnen zijn. Dat je toch kan aantonen, hey, dit is onze business case. Dit zijn de verwachtingen. We hebben voorbeelden op andere locaties. Nou, het kan uit. Nou, prima. En dat is iets wat heel gangbaar is natuurlijk. Een plan moet gefinancierd worden. En financieren doe je alleen maar met een voorspelling wat de komende 5 jaar de exploitatie gaat doen. Dus ik hoop dat daarmee het antwoord goed is beantwoord voor de heer Boon. Dank u wel. Ik zie een knikje. Dan heeft ook nog een interruptie van de heer Van Smirren. Gaat er aan.
Ja, vervolg op wat de heer Ronke ook eerst zei. Van, ja, het is eigenlijk een soort start zijn, een startnotitie. En dan ga je gang maar. Maar nu gaan we toch een soort fuik in. Want nu gaan we het over arbeidsmigranten hebben. En als je kijkt naar de shortstay, dan staat er in het stuk dat dat voor maximaal een half jaar is. Nou, ideaal voor arbeidsmigranten die er tijdelijk natuurlijk komen werken. Nou, dan ga je op een gegeven moment rangschikken op nationaliteit en op wat je doet tussen. Nou, voor arbeidsmigranten is dat tussen 7 en een uurtje of 6. Dus hoe denkt meneer Ronke dat nou in een plan van eisen te krijgen? Hoe kun je dat nou voorkomen en hoe ga je dat dan handhaven? Meneer Ronke, aan u het woord. Ik kan u eigenlijk hetzelfde antwoord geven als ik net aan de heer Boom gaf. Wij willen gewoon zien dat het exploitabel is. Laat me zien dat je hier je geld kan verdienen en dat je het in stand kan houden. En dat is natuurlijk ook wat wij hopen. Hè? En regeren is vooruitzien, zeggen ze altijd. En achteraf kijk je een koe in de kont. En in dit geval misschien wel een paard. Maar we moeten niet over een aantal jaren het verwijt krijgen. Zie je wel, er staat weer een hotel leeg. Had je dat niet kunnen voorzien dan? Dus vandaar dat ik misschien deze keer iets kritischer ben dan u van mij gewend bent. Maar wij willen hier een goed plan voor deze buurt. En niet achteraf geconfronteerd worden met van, nou, hadden jullie dat niet zien aankomen. En het is nogmaals niet aan ons. Wij willen graag van de initiatiefnemers een goed doordacht plan. En om dan toch mijn betoog te beëindigen. Wij verwachten toch ook een toezegging van de wethouder. Dat er nu, als wij dit gaan vaststellen, dit startdocument. Dat er niet door het college al onomkeerbaar gewoon met ogen, eigen ogen kunnen zien wat is hier aan de hand en wat gaan we doen. Dank u wel, maar u was nog niet van de heer Van Smirre af, want die heeft een vervolgvraag. Gaat u gaan, meneer Smirre. Ja, dank u wel. Ja, ik vind dat meneer Ronke een beetje spook rijdt op zijn eigen weg. Want aan de ene kant zegt hij, het moet exploitabel zijn. Hè? We willen niet over 5 jaar een fiets duin dicht. Aan de andere kant, maar in zijn antwoord gaat hij niet in op mijn opmerking over arbeidsmigranten. Maar stel je voor dat je nou die arbeidsmigranten nodig hebt om het exploitabel te maken. Hoe denkt meneer Ronke dan over dit verhaal? Meneer Ronke, en als u ook heel even nog uw eigen einde van het betoog opnieuw zou willen doen, want u viel bij mij weg in ieder geval. Dus aan u het woord. Dan zal ik eerst meneer Van Smeren beantwoorden. Dat van de arbeidsmigranten was natuurlijk een voorbeeld wat op een andere locatie is gebeurd. Dus ik ben niet voor of tegen arbeidsmigranten, dat speelt ook helemaal niet. Alleen de plannen zijn nu een soort steek voor mensen die iets met paarden komen doen en een hotel ook voor mensen die iets met paarden komen doen. Ik sorteer alleen voor op een mogelijkheid dat het hele plan mislukt en dan staat er een hotel en daar moeten we wat mee en dan gaan we een invulling zoeken. En ik denk nu dat de invulling, arbeidsmigranten, ik noem maar wat, niet de invulling is die wij vandaag de dag zouden toejuichen. Dus daar moet je van tevoren over nadenken. Niks aan nadelen van arbeidsmigranten, alleen dat is nu niet het plan. Maar ik sorteer gewoon voor op een mogelijke valko waar het op eindigt. Maar ik weet het niet, hè. Wij willen gewoon een goed doordacht plan zien. Dank u wel. En dan heeft u nog een interruptie van de heer Boon. Ja, de heer Ronke, die hoor ik zeggen, voorzitter, dat het hotel bedoeld is ook voor de paardenliefhebbers. Bij een technische informatieavond die wij gehad hebben, heb ik diezelfde vraag gesteld. Toen heeft de initiatiefnemer mij bezworen dat het absoluut niet het geval is, omdat het dan ook niet rendabel zou zijn. Hij heeft gezegd, het wordt een hotel. En toen heb ik gezegd, ja, Van der Valk aan de andere kant van de weg gaat ook een heel groot hotel bouwen, nog veel groter. Gaat dat niet concurreren? Nee, wij mikken op een andere doelgroep. Dus het wordt een exclusief restaurant, zoals ook Hotel Wassenaar was, voor een speciale doelgroep. En het is dus niet alleen voor de paarden. En daar begint het dus ook te wringen. Van ja, hoe kunnen de paardenmensen nog gebruik van maken op het moment dat het dus een andere, meer algemene functie krijgt? En hoe kijkt u daar tegenaan als het wel inderdaad een bredere functie krijgt en dus gewoon een luxere hotel bijhorst wordt? Meneer Ronke. Ja, het voelt bijna als een strikvraag. Ik ga er toch antwoord op geven. Ik zie u nee schudden. We hebben natuurlijk wel een 2018 volgens mij een lijstje gemaakt met wat mogelijk is op de locatie. Volgens mij staat er iets in, en ik heb het lijstje nu niet voor me, maar ik diep even uit mijn geheugen. Iets in de trant, alles wat paardensport ondersteunt zou mogelijk moeten zijn. Als een initiatiefnemer nu zegt, ja, dit hotel is voor alles en iedereen behalve voor paardenliefhebbers, dan zie ik hier wel iets wat niet helemaal lekker loopt, of in ieder geval een strijd is met de plannen. Ik heb er verder geen antwoord op. Ik heb het
ontwikkelaar niet horen zeggen dat dit hotel niet voor paardenliefhebbers bedoeld is. Maar als u het zegt, geloof ik het zo. Maar ik heb hier geen antwoord op verder. Dank u wel. Heeft u ook nog een, wilt u een vervolgvraag stellen, meneer Bonen? Ja, dan de simpele vraag. Als het wel zo is, wat ik zeg, is dat dan voor u een belemmering? Dat was mijn vraag. Meneer Ronke. Ik moet zeggen dat dat wel vraagtekens oproept. Ik ga nu niet zeggen dat het een belemmering is. Dank u wel. Heeft u nog een interruptie van de heer Paulides? Meneer Paulides, nu het woord. Ja, voorzitter. Ja, ik hoorde de heer Ronke zeggen over die mogelijkheid om het plan aan te passen als het niet financieel haalbaar is. En dat geeft toch in combinatie met die arbeidsmigranten toch een probleem. Als een arbeidsmigrant langer dan 180 dagen ergens woont, of een groep van arbeidsmigranten, dat wordt dan gelijk geteld, hoeven niet dezelfde mensen te zijn, dan is dat permanente bewoning en dat is niet toegestaan. Maar door deze regel die het college daar graag in dat besluit wil hebben, van we moeten meewerken aan alle aanpassingen die nodig zijn, zou je dat risico wel gaan lopen. Hoe ziet de heer Ronke dat dan? Wil hij die laatste toevoeging eruit hebben? Meneer Ronke. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik wil die laatste toevoeging niet de mogelijkheid geven om hier inderdaad op voorhand al de deur te openen om hier andere activiteiten te gaan doen dan we nu eigenlijk gaan besluiten te doen. Nou, dus ik wil ook graag, want de voorzitter zei net het laatste stukje viel weg, ik besloot mijn betoog met, ik roep het college op en ik wil daar ook echt de toezegging van, dat zij niet nu onomkeerbare stappen nemen zonder de raad te raadplegen. Goed, oké. En tot zover mijn bijdrage. Dank u wel. Dat was ook het voldoende beantwoord, meneer Paulides. Ik zie uw hand omhoog. Ja, prima, prima. Ik haal de hand weg, dank u. Oké, heel goed. Dan gaan we nu naar, dank u wel, meneer Ronk. Dan gaan we nu naar de heer Van Smeren en daarna naar de heer Boon. Meneer Van Smeren, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt een verstrekkend plan om aan de zieltogende situatie van Duinlicht een einde te maken. De Partij van de Arbeid begrijpt goed dat dit gebied in zijn omgeving een flinke impuls nodig heeft. En dat degene die hierin investeert ook de ruimte moet krijgen om dit financieel haalbaar te maken. We zetten echter wel grote vraagtekens bij dit voorstel. En dat met name omtrent de ontsluiting van het ontwikkelde gebied, maar ook de omvang van de bouw. De vele brieven en e-mails van omwonenden over deze plannen vinden we ook niet vreemd. Het college verwijst in de stukken naar een eerder genomen besluit van de gemeenteraad van 19 maart 2019, waarin het toetsingskader voor de ontwikkeling van Duinlicht is vastgesteld. Onze fractie is van mening dat het plan in zijn contouren, zoals het nu wordt geschetst, veel verder gaat dan de raad toen in gedachten had. Ook verwijzing naar de structuurvisie lijkt de PvdA-fractie niet in overeenstemming met de strekking zoals daar in de gemeenteraad over is gesproken. Het plan, zoals het nu ligt, gaat wel heel erg ver. We praten over een hotel van 150 tot 200 kamers. Een short stay van zo'n beetje 25 appartementen. Plaats voor congressen. Bouw van 24 woningen aan de Waalsdorplaan. En allemaal toch wellicht in een wat groter gebied, maar wel geconstateerd in een bepaald gedeelte daarvan. Het heeft, zoals u zelf als college en wij als gemeenteraad eerder hebben vastgesteld, bijzondere belangrijke natuurwaarden waarmee je voorzichtig moet zijn en zorgvuldig moet omgaan. We maken ons niet alleen zorgen om de verkeersdruk, maar ook om de bebouwing. En als je de toelichting leest van dit college, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat geredeneerd is naar gewenste uitkomst door maximaal mogelijk te maken. De sport van de elite wordt bijvoorbeeld als cultuurhistorisch erfgoed bestempeld, maar voor compensatie van een aantal sociale woningen, nu er 24 luxe woningen komen, geen woord daarover. Vraag aan de wethouder is dan ook of dat ergens nog door sociale woningbouw in Wassenaar wordt gecompenseerd. Anders weer hetzelfde liedje, het grote geld gaat weer voor de volkshuisvesting. Voorzitter, wat de PvdA betreft wordt het adagium, zoals het ook aan de Noordrand is gebezigd, eerst bewegen, dan bouwen, hier ook toegepast. Dat vonden we aan de Noordrand een goed uitgangspunt, dus waarom hier niet? Een goede ontsluiting is voor de PvdA-fractie een absolute voorwaarde om dit met dit plan verder te kunnen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal het plan in omvang en ambitie moeten worden aangepast. Ik heb nog een aantal andere vragen voor de wethouder. In de structuurvisie wordt uitgegaan 14.000 vierkante meter. In het plan, dat zoals het nu ligt, wordt... Voordat u verder gaat, u heeft op het vorige punt denk ik een interruptie van de heer Ronke. Dus voordat u helemaal in de vierkante meters gaat, de heer Ronke, een interruptie. Ja, dank voorzitter.
Ik ben het natuurlijk helemaal met de heer Van Smeren eens. Hè. Een goede ontsluiting is zeer belangrijk. En ik hoor hem nu ook zeggen, eerst ontsluiten, dan bouwen. Dat hebben we in het noorden ook gedaan, dus gaan we hier ook doen. Maar bedoelt u daarmee eerst een toegang via de landscheidingsweg en anders gaat het hele plan niet door? Meneer Van Smeren. Wat ik betoog, ik wil het plan aan zich niet tackelen. Alhoewel ik daar grote vraagtekens heb. Wat ik wel vind is dat de gemeente en de initiatiefnemer met Rijkswaterstaat en de provincie in gesprek moet gaan om te kijken wat aan de noordelijke rand vanuit de landscheidingsweg mogelijk is om via die kant, er staat ook een prachtig parkeerterrein ingetekend, hoe je daar komt zonder dat je de Waalsdorperlaan of de buurtweg gaat belasten. Dat is nog spannend genoeg, maar dat is wel een absolute voorwaarde, een conditio sine qua non, om dit plan verder zoals het er nu ligt een kans te geven. Als dat niet zo is, dan zal het moeten worden aangepast in omvang. En er moet heel goed en zorgvuldig met de buurt worden bekeken wat hier aan verkeer over deze wegen kan. Dat is nu al zwaar overbelast. Dus ik denk niet dat we dat de buurt aan kunnen doen. Is dat een antwoord op uw vraag? Dank u wel. Gaan we vragen, meneer Ronke, dat is een antwoord op de vraag. Gaat u verder met uw betoog, meneer Smeren? Ja, ik heb geen betoog. Ik heb nog drie vragen. En de eerste was dus over die 14.000 meter, wat het uitgangspunt is. In het stuk staat nu 25.000 tot 32.000 vierkante meter. Ik vraag me af hoe die sprong wordt gemaakt en wat de onderbouwing daarvan is. In het programma van Eisen, zoals ik heb gelezen, staat dat het bouwvolume is gebaseerd op de aanzienlijke bouwmogelijkheden op dit moment. Dat beoogt een beetje dat dat dus binnen het bestemmingsplan zou kunnen plaatsvinden. Maar ik lees ook uit de stukken dat het weer niet kan. Dus vraag aan de wethouder, wat klopt nu? Mijn vraag die ik eerder gesteld heb over de woningbouwprogrammering, zodat dit college toch nog op die 25% uitkomt. Dat waren mijn vragen, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Van Smeren. Dan gaan we nu naar de heer Boon en daarna naar mevrouw Van der Goes. En nu het woord, meneer Boon. Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd. Beoordeling van dit plan valt of staat natuurlijk met hoe ik kijk je aan tegen onze buitengebieden. Er is sprake van een renbaan in verval, zoals ze zelf zeggen. Moet nodig opgeknapt worden. En daar zijn blijkbaar ruimtelijke ingrepen voor nodig. En dan wordt het altijd al wat discutabel. Hè? Als ik mijn huis laat vervallen, mag ik dan extra gaan bouwen om het op te knappen? Dat is een hele, hele lastige discussie waar veelvuldig gebruik, laat ik maar niet negatief noemen, gebruik van gemaakt wordt door initiatiefnemers. De andere kant, Duinlicht is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van Wassenaar. Is een van de kenmerken en ook de herkenningspunten van Wassenaar en ook in literatuur en in historie. Maar de vraag is, tot hoever gaan we daarin? En mijn vraag daarnet aan de vertegenwoordiger van de draf- en rensport was niet helemaal uit de lucht komen vallen. Je zou verwachten dat een zo attractieve sport, waar enorm veel behoefte aan is, zoals ik begreep van hem, van ook zelfs Wassenaarse verenigingen, is het kan ik heel moeilijk begrijpen dat dat niet rendabel kan zijn op zichzelf. Als er zoveel interesse is voor een club, dan is dat een reden om bestaansrecht te hebben en daar ook middelen voor te krijgen. Dus daar begint het al wat te schuren. Maar dat is allemaal vanuit het vertrekpunt dat we nu een groen gebied daar hebben met hoge kwaliteiten, wat aan ligt tegen Park Klingendaal, wat ook een heel belangrijk gebied is. En het dus omzoomd is door hele belangrijke, en het gebied zelf ook, hele belangrijke natuurwaarden in het gebied zelf. En de vraag is, op welke manier kun je die natuurwaarden zo goed mogelijk in stand houden, zonder dat je dat gaat aantasten door compenserende maatregelen. En dan krijg je het meteen te maken met een beoordeling van 48 woningen, zoals dat net genoemd werd. Een aantal villa's, een aantal shortstay, en twee appartementenblokken. Plus een hotel van 150 tot 200 kamers. Met daarbij congresruimte. Nou, ik kan u één ding verzekeren. Als iets verkeer genereert, dan zijn het wel congresruimte. Zelfs in de coronatijd. Maar ook bedden. En die gaan niet alleen voor de sport gebruikt worden, zoals ik net al zei. Dus dat betekent een enorme verkeersafwikkeling en een concentratie op bepaalde piekmomenten die het hele gebied niet kan hebben. Dus de voorwaarden die de heer Ronke schetste,
Nou, en de heer Van Smeren. Ik ben reuze benieuwd hoe de ontwikkelende partij daarmee om kan gaan. En als er dus al alternatieve ontsluitingsmogelijkheden zijn te bedenken, stel dat die te vinden zijn, dan is voor ons ook wel een belangrijke voorwaarde dat die natuurlijk vanzelfsprekend uit alle opbrengsten die gegenereerd worden, bekostigd worden. Wij gaan er als gemeente natuurlijk geen partij in worden. Zeg ik maar even wat ons betreft. Het is zo dat een initiatiefnemer wat wil. En wat de andere kant is, stel dat er fundamentele ingrepen in de N14 nodig zijn, leidt dat ook niet tot extra zoeken naar extra opbrengsten door het appartementengebouw dan maar 3 keer zo hoog te maken. Want dat hebben we dan nodig om ook die weg te kunnen bekostigen. En de gemeente wilde toch zo graag een goede ontsluiting. Want we, voor je het weet, zuigen we zo langzaam een traject in vanuit een heel groen gebied waar we nu zitten, zonder bebouwing, glijden we af naar een beetje compensatie om de sport, de paardensport, in stand te houden. Glijden we af naar een beetje compensatie voor het verkeer, beetje compensatie voor parkeren, beetje compensatie. En voor je het weet hebben we daar een gewoon bebouwd gebied, wat we aan de noordkant enorm proberen te beschermen. Dit is ook de reden dat we natuurlijk al jaren hebben geroepen, maak een visie voor die Zuidrand, zodat we weten wat we doen. De uitgangspunten zoals die in 2019 zijn geformuleerd, leken ook een beetje die kant uit te gaan. Door inderdaad die voorwaarden wat nodig is voor de paardensport. Alleen dat mag gebouwd worden. Maar ook vooral de ecologische verbinding, de natuurwaarde, daar zie ik allemaal niks meer van terug. En dat wordt dan wel wat ingewikkeld op die manier. Dan lijkt het dus inderdaad een programma te worden die een opbrengstenkant heeft van vele tientallen miljoenen, kan ik u verzekeren. Zeer veel tientallen miljoenen, die dus de renbaan in stand moeten houden. En dan kun je je afvragen, is dat nodig? Want dat is de eerste vraag, en volgens mij vroeg de heer Ronke dat ook. Laat maar zien dat het nodig is. En eigenlijk zou je de vraag kunnen stellen, laat maar zien dat het niet meer haalbaar is zonder hotel, of met de helft van het aantal woningen. Of, want ik kan me voorstellen dat het heel erg gefocust is nu op het uitgangspunt, het vloeroppervlak, wat in het bestemmingsplan staat, nemen we over, want dat lijkt zo logisch, dat mocht nu ook al bebouwd worden, maar het is wel met een andere intentie, ander volume, andere functie, bedoeld voor de paardensport. En nu komen er gewoon woningen in een gebied te staan, zoals de heer de inspreker net zei, er staan 60 woningen, geloof ik, en er komen er 48 bij. Dat betekent nogal wat. Dat is een aanzienlijke toename van het gebied. Maar wat gebeurt er als aangrenzende percelen opeens ook opstaan? Die zeggen, ja, het wordt mij toch te kostbaar om het te onderhouden. Mag ik ook 3, 4 villa's? Hoe gaan we daar dan mee om? Ik vind het een... misschien dat u daar een goed antwoord op kunt geven. Een beetje in het verlengde is dat denk ik ook van de heer Ronke. Maar het is ook om gevoel te krijgen van waar gaan we nu in? Is dat allemaal nodig? En hebben we dan inderdaad die garantie dat het in lengte van jaren deze functie ook in stand blijft? Bij de eerdere commissiebehandeling in 2019 hebben we ook aangegeven, misschien kunnen we ook paardensportelementen die nu verspreid liggen over onze gemeente in het noordelijk deel, waar ook weer een discussie over is, moet je dat wel doen of niet doen en moet je dat daar allemaal concentreren. Sportvereniging Emma die verplaatst is en ruimte zoekt, kunnen we dat dan niet een plek geven wat zo logisch lijkt op een paardensport? Instantie. Dus kortom, wij hebben wel wat vragen en vooral ook de afweging groen en bebouwing en in hoeverre is dat nog te motiveren dat dit ondersteunend is aan de doelstelling van de initiatiefnemers en vooral ook wat ons betreft kan ik me helemaal aansluiten bij de heer Ronke, zeer goed aantonen, want een leegstaand hotel, ja, dan weet je inderdaad wat er gaat gebeuren. Dus hier wil ik het even belaten. Dank u wel, meneer Boon. En dan gaan we nu naar mevrouw Van der Goes en daarna de heer Koetsier. En nu het woord, mevrouw Van der Goes. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, want er is al heel veel gezegd en geschreven door alle brieven. Het is fijn om te zien dat het zo leeft. Dat is ook wel belangrijk. Het is ook belangrijk dat wij er dus ook echt zorgvuldig mee omgaan. Het is natuurlijk een uniek stuk groen. Het is een mooie, natuurlijke groene buffer richting Den Haag. En daarin zit natuurlijk dus ook de grootste zorg. Wat ons wel opviel in het stuk is dat er meer aandacht gevraagd wordt ook voor het terugdringen van de verharde oppervlaktes.
Onder andere bij de bosvilla's. Nou, daar zijn we natuurlijk heel verheugd over. Dat scheelt ons weer een rondje tegelwippen. Maar we vragen ons ook wel af hoe hard dat soort eisen zijn en hoe dit gehandhaafd gaat worden. Als iemand dan toch bij die bosvilla's een tuin wil dicht tegelen. Maar goed, wat blijft is dat wij ons ook afvragen of een hotel en een evenementenlocatie op die plek überhaupt rendabel is. Er is zoveel in de directe omgeving bij de verschillende musea, bij Van der Valk is al genoemd. Maar ook op landgoed Duindicht zelf is een evenementenlocatie. En er zijn zoveel opties al binnen een hele kleine straal. Dus dat het, ik hoop dat hier heel goed onderzoek naar gedaan wordt of dit echt rendabel is. Ook wij denken dat de hippische sport de core business moet zijn en niet een hotel of allerlei andere evenementen. En ik snap dat er geld nodig is en dat er dus gebouwd moet worden om het rendabel te maken. Maar hierin zit natuurlijk de grote zorg. Als de renbaan nu niet rendabel is, wat voor garantie is er dan dat die later wel rendabel is? En dat we inderdaad niet, het is net ook al door iemand gezegd, niet over een paar jaar toch ineens een hele woonwijk daar hebben met veel te krappe wegen. Dus daarin zit hier voor onze grote zorg. Ook hierin, er wordt afgeweken van de woonvisie. En zeker met name ook voor de shortstay, daar is net ook al het een en ander over gezegd. Maar daar heeft GroenLinks ook gewoon moeite mee. Ik denk zeker dat shortstay woningen geschikt moeten zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen met een lager inkomen. Voor iedereen die een tijdelijk onderdak nodig heeft. Om wat voor reden dan ook. Het is ik denk dat dat iets moet zijn wat ook, waar we ook compassie voor kunnen hebben. Voor mensen die tijdelijke woningnood hebben. En hoe dit anders gecompenseerd wordt op andere plekken. Die vraag is ook door de PvdA gesteld. En ook wij hadden het idee van, dit moet niet een feestje voor de happy few worden. Maar het moet natuurlijk natuurinclusief zijn, maar ook mensinclusief. Dus het geld moet voor ons allemaal ten gunste zijn. Het verkeer, daar is denk ik genoeg over gezegd. Een van de andere dingen nog over de evenementen. Wat ik even wilde melden is natuurlijk toch, het is nu altijd donker, omdat inderdaad de paardensport overdag is. En er komt veel geluids- en lichtoverlast als er meer evenementen zijn. En meer, Armin van Buren was al genoemd. Nou, dat is natuurlijk wel een uitzondering, hoogstwaarschijnlijk. Maar goed, en nu is in dit bosgebied is het 's nachts donker en stil. En op het aangrenzende landgoed Duindicht is heel goed gedocumenteerd welke unieke nachtvlinders en vleermuizen er zijn. En als er meer licht komt en meer geluid, heeft dit enorme gevolgen voor dit stuk unieke natuur. Dus daar willen wij ook aandacht voor vragen. Dat was het voor mij. Dank u wel, mevrouw Van der Goesen. Dan gaan we verder met de heer Koetsier en daarna de heer Paulides. Meneer Koetsier, nu is het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Veel gezegd, veel geluisterd. Ik moet altijd wel denken, als ik aan Duindicht denk uit mijn jeugd, aan Jojo Buitenzorg en Hans IJsvogel. Maar voordat we die weer horen en voordat we die zien rennen, is er nog wel een lange weg te gaan. Voor ons ligt hier een mooi en ambitieus plan om dit weer voor elkaar te krijgen, althans startnotitie. Het idee is huis en hotel ter financiering en borging van de renbaan. Een lijn die wij als CDA kunnen begrijpen. Wat we ons wel dienen te realiseren, dat hebben we natuurlijk al een paar keer eerder gehoord. We praten altijd over een groene buffer met Leiden en Katwijk. Maar deze hebben we natuurlijk ook aan de zuidkant richting Den Haag. Ook hier moet het karakter groen blijven en woningbouw niet prevaleren. Volledig volgebouwd onderscheidt ons niets meer van Den Haag. En hoe ver kunnen we gaan met de bebouwing? Gaat dit dan ook niet verder naar omliggende landgoederen? Want die willen ook graag hun landgoed financieren met woningen. Belangrijk voor het CDA is dat eerst het verkeersprobleem wordt opgelost of aangepakt. Alvorens we een project van deze omgang aanvangen met de bijbehorende massaliteit. Denkbaar hier zeker aan een afslag bij de Landscheidingweg en misschien als extensie van de huidige afrit richting de N44. Dit is absoluut noodzakelijk en lobby in actie in deze kan niet snel genoeg aanvangen. En wil dit project echt een vlucht maken. En ik moet zeggen, als CDA hebben we hier nog niet gedacht, zoals de heer Boon refereerde, aan de financiering hiervan. Iets waar we ook ontzettend mee rekening moeten houden, is dat het ook allemaal anders kan lopen dan verwacht. Mocht het hotel naar shortstay niet lopen,
Er komt al hotelcapaciteit bij in de buurt en we hebben leegstand. Wat dan? Vastgoed. Het vastgoed staat er en ombouwen naar appartementen is geen gekke vervolgstap. Hoe gaan we dit voorkomen en hoe is dit te voorkomen? Hierbij nog een paar vragen aan de wethouder. Is er overleg met de provincie geweest? Weten we hoe deze erin staat? We hebben de geschiedenis Griffioen. De provincie is heel belangrijk en heeft ook in zekere zin het laatste woord. Er zijn ontzettend veel zienswijzen ingediend. Normaal probeerde ik ze allemaal te lezen. Dat was iets te veel van het goede deze keer. En misschien heb ik het ook gemist. Hoe staan de huidige gebruikers erin? Hierbij denk ik aan de mensen die op dit moment hun paarden daar stallen. Ja, en als laatste, en eigenlijk is dat misschien iets te vroeg. De provincie en het Rijk op de provincie heeft zeker een grote zeggenschap in een eventuele afrit bij de landscheidingsweg. Hebben wij daar wel voldoende ingangen bij Rijkswaterstaat en de provincie om dit van elkaar te gaan krijgen? Dat was het, meneer de voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Koetsier. En dan gaan we nu naar de heer Paulides en dan gaan we daarna naar de heer Zoutendijk. Meneer Paulides, nu het woord. Ja, dank voorzitter. Ja, ik heb heel veel verstandige opmerkingen van de vorige sprekers al gehoord. Op zich staan wij positief tegen die paardenactiviteiten, maar of dit de oplossing is gezien de noodzaak om zoveel extra te bouwen in een kwetsbaar gebied, dat is een grote vraag. En dat blijkt dat die zorgen ook in die buurt spelen, gezien de vele reacties. En eigenlijk constateren we dat dit stuk helemaal nog niet rijp is voor besluitvorming. Het college rekt met het raadsbesluit al de mogelijkheden uit. Op. En dat doen ze zelfs op ten opzichte van de start van het startdocument. En feitelijk is dit een probleem dat we uit twee kaders moeten kiezen. Of dit, of de renbaan gaat failliet en Den Haag wil daar een woonwijk bouwen. Daar zijn ze al heel lang over bezig. En dat is dan ook best lastig. Maar om daarvoor de goede kaders vast te stellen, wordt dan alleen maar nog belangrijker. En ik heb het al gehoord en ja, ik ga het niet zo heel lang maken. Ik wil apart een aantal korte opmerkingen maken. Die toerit via de landscheidingsweg, die N14, dat is eigenlijk een absolute voorwaarde. We willen niet dezelfde problemen zoals we die bij Voorlinden hebben. Datzelfde geldt voor het verkeer. Dat rapport is vandaag toegevoegd. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet eens kunnen lezen. Maar daar zitten ook weer Voorlinden-achtige problemen in op een locatie die dat helemaal niet kan hebben. Ja, de evenementen werden al genoemd. Hoe gaat dat eruit zien? Wat voor overlast is daar te verwachten? Hoe is die overlast te voorkomen? Is er wel behoefte aan zo'n groot hotel? Ook dat is al gezegd. Van der Valk breidt uit. Auberge de Kievit is failliet. Hotel Wassenaar was overigens ook zo'n plan met een soort timesharing. Dat het hotel of de appartementen moesten dan het restaurant financieren. En het ging daar ook helemaal mis. En dan kom je eigenlijk op de financiële haalbaarheid. Hoe zit het met de financiële haalbaarheid? De garantie dat het voor het bestaan van die renbaan niet alleen maar afhankelijk is van de bouwprojecten. Ook, er is ook al gezegd, het aantal woningen is ineens uit het besluit weggevallen. Footprint van 14.000 vierkante meter is ineens 25.000 tot 32.000 bruto vloeroppervlakte. En wat ik nog niet gehoord heb, het stikstofprobleem is mogelijk niet oplosbaar. Het ligt in een water-windgebied. Wat zijn daar de mogelijkheden en wel of geen permanente gebruik van de paardenboxen? Ja. Geen permanent gebruik geeft meer verkeersoverlast, wel permanent gebruik geeft weer milieuoverlast. Ik denk dat we deze dingen heel goed moeten gaan bespreken voordat het verder gaat. En ik vind het eigenlijk geen stuk wat nu rijp is voor de besluitvorming. Ik zou willen vragen terug te nemen en nog eens goed met alle betrokkenen willen praten over wat kunnen we daar nou accepteren in dat hele kwetsbare gebied. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paulides. Dan gaan we nu door naar de heer Zoutendijk en daarna naar mevrouw Goud. Meneer Zoutendijk, nu is het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de renbaan ligt er natuurlijk beroerd bij. En wat dat betreft is het natuurlijk mooi als er plannen zijn om dat allemaal weer mooi te maken, zeg maar. En tegelijkertijd hebben we te maken met, neem de Waalsdorpelaan. Dat is natuurlijk toch een heel smal weggetje. Het is al eerder ook de andere collega's gezegd, die ontsluiting die er zou moeten zijn aan de noordkant van de N14, dat is toch eigenlijk al een conditie die daar moet aan worden voldaan. We hebben natuurlijk ook bij de gemeentewerf gezegd, eerst is die vervuiling oplossen en dan gaan we praten over hoe we daar de woningen gaan neerzetten. Ja, dit is ook zoiets. We moeten een keiharde toezegging hebben van de provincie of de Rijkswaterstaat, wie er ook over gaat, dat het bespreekbaar is om daar een ontsluiting te creëren.
Nou, dat is eigenlijk wat mij betreft de belangrijkste voorwaarde. En wat betreft het risico van faillissement van de renbaan, ja, ik zou me kunnen voorstellen dat in de voorwaarden dat wij opnemen, dat er een fonds wordt gecreëerd specifiek voor een aantal jaren waarin het voortbestaan van die renbaan wordt gewaarborgd. En dat dat fonds dus wordt gevuld met de opbrengsten van alle plannen die er zijn. Waarbij ik ook moet zeggen dat ik de plannen... Ja, excuus, u heeft een interruptie van de heer Boon. Ja, die is al van een tijdje geleden, maar hij kan nog steeds. Okay. Die belangrijke voorwaarden, de gemeentewerf noemde u terecht, dat we eerst duidelijkheid willen hebben. Als ik zo doordenk, zou het in uw idee ook een optie kunnen zijn om... eerst een besluit het verkeersonderdeel uit te laten werken en daarover eerst een besluit te nemen voordat het hierover een besluit zou worden genomen. Zou dat voor u die helderheid geven? Of zegt u van nou, ongeacht wat er ook gebeurt, hierover kunnen we nu ook wel besluiten? Of zou het misschien helpen, en ik stel het ook aan mezelf voor die vraag, een splitsing te maken in het besluit over de cruciale punten, zoals inderdaad verkeer? Misschien een afzonderlijk eerst besluit hebben? Of ja, bedoelt u dat met die voorwaarden? De heer Boon, die probeert mij altijd op een... bij de heer Zoutendijk, dus gaat u verder naar Zoutendijk. Een antwoord op... Dank u, voorzitter. Ja, ik ben altijd blij met de heer Boon, die altijd probeert andere raadsleden het goede spoor in te krijgen. Kijk, bij mij, voor mij is het niet zo dat er een keihard besluit moet liggen dat die verkeerssituatie op die manier wordt opgelost met die ontsluiting. Maar wel dat er een toezegging is dat bespreekbaar is voor hetzij Rijkswaterstaat, provincie of welke partij die daar. Dus dat moet een toezegging zijn dat het bespreekbaar is. Want ik weet niet hoe het. Als ik het te hard formuleer, vrees ik dat het hele plan niet meer van de grond komt. Of dat het zo lang gaat duren dat de initiatiefnemer het afhaakt. Dus ja, een soort toezegging dat het een bespreekbare optie is. En die zou ik inderdaad wel eerst willen hebben voordat we verder gaan met de plannen. Over dat fonds, dat heb ik gezegd. Ik kan me heel goed voorstellen dat in de constructie de opbrengsten worden gestort in een fonds, waardoor je bijvoorbeeld de garantie hebt dat de renbaan tenminste 10, 20 jaar kan voortbestaan. Daar zijn best creatieve oplossingen voor mogelijk. Ik laat het graag aan initiatiefnemers over om dat verder uit te werken. Maar dan willen we daar wel graag inzage in hebben om dat ook te kunnen toetsen of dat ook substantieel is. Ja, tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Zoutendijk. Dan gaan we nu naar mevrouw Goud en daarna naar de heer Van Rossum. Mevrouw Goud, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk al veel gezegd, dus ik ga even korter de belangrijkste punten voor de fractie van D66. En dan wil ik toch beginnen bij het onderwerp natuurwaarde en de groene buffer. Voor ons ook heel belangrijk om daar heel goed rekening mee te houden in dit plan. En als we kijken naar de uitgangspunten die we in 2019 hebben vastgesteld, was dat zeker wel het geval. En we zien het plan dat voor ligt toch ruimtes opzoeken die wij op dat moment niet hebben gegeven. Het volgende onderwerp verkeer en de goede ontsluiting, ook voor ons heel belangrijk. Dat moet echt een onderdeel zijn van het plan, een goede ontsluiting die er gewoon nu niet is. Dus dat moet een onderdeel zijn. En het verkeer, zoals dat ook besproken is door velen, dat zien we ook wel als een groot aandachtspunt. En zeker ook bij het hele verhaal van wel of niet permanente stallingsfaciliteiten. Natuurlijk snappen wij dat dat ook in relatie is met het plan zoals het nu voor ligt. Hè. Geen permanente stallingsfaciliteiten betekent dus weer meer ruimte voor andere activiteiten. Waar we ons zorgen over maken zijn, is eigenlijk dat het hele financieringsverhaal, en dan gaat het over de duurzame exploitatie, dat wordt helemaal gekoppeld aan die functie, aan die hotelfunctie en die short stay. Betekent dus dat er een bepaalde verwachting is van de opbrengsten daarvan. En mocht er die tegenvallen, dan is op dat moment al meteen de hele duurzame exploitatie niet mogelijk. Dus dat vinden wij een groot vraagteken.
En ik wilde eindigen met aandacht te vragen nog voor twee dingen. Inderdaad, de stikstofproblematiek. Maar ook het feit dat hier met dit voorstel afgeweken wordt van de woonvisie die we met elkaar hebben vastgesteld. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Goud. En dan gaan we naar de heer Van Rossum. En nu het woord, meneer Van Rossum. Ja, dank u voorzitter. Er zijn 31 ingezonde stukken en 5 insprekers. En ik heb ze wel allemaal gelezen. Een aantal reacties uit de paardenwereld pleit voor de plannen van de heer Hoetmer. En niemand, wij ook niet, zal betwisten dat Duindicht het behouden waard is. Maar de reacties van de omwonenden bewijzen dat er grote zorgen leven bij hen. De buurtbewoners zijn bang voor extra verkeer, terwijl de buurtweg, de Waalsdorplaan, Theoman Bouwmeesterpad, kleine smalle weggetjes eigenlijk, nu al het huidige verkeer niet aankunnen. Dus zij pleiten voor een aansluiting op de landscheidingsweg. En meneer Van Smirre noemde het een conditio sine qua non. Maar dat staat dus niet echt als een harde conditie in het startdocument. Alleen als een optie. De camping is bang voor overlast als er aan hun kant een aansluiting op de landscheidingsweg komt. Dus daar moeten we ook even naar kijken. En dan, er is al veel gezegd over het verkeer. Dat heeft dus ook onze zorg. Niet alleen de parkeerbehoeften, maar ook de verkeersbewegingen. En als het aan ons ligt, dan zouden wij willen voorstellen dat de buurtweg Groenendaal en Waalsdorplaan alleen nog maar toegankelijk worden voor bestemmingsverkeer. Dat wil zeggen bewoners en campingbezoekers en eventueel ook de professionele gebruikers van de renbaan. Maar zeker niet voor bezoekers van de renbaan of gasten van het hotel of de short stay accommodatie. We zien het ook niet zitten dat er een parkeerterrein aan de Waalsdorplaan komt of blijft. Dat betekent nog meer verkeer over die smalle weg. Goed, de nota heeft het in paragraaf 3.2.6 over een aanpassing van het kruispunt met de Wittenburgerweg en de Landscheidingsweg. Dat lijkt ons niet handig. Maak die aansluiting nu waar de afslag naar de camping aan de buurtweg is en bekijk meteen of je aan de overkant een afslag naar de buurtweg richting Voorlinden kan maken. Dan hebben we dat parkeerprobleem ook een beetje opgelost, of verkeersprobleem. Daar moet het college dus zo spoedig mogelijk in overleg mee gaan. Dat zei meneer Zoutendijk ook al met de beheerder van de Landscheidingsweg. Of dat Rijkswaterstaat is of de provincie weet ik nog even niet. Dus mijn vraag aan de wethouder is, heeft u al met ze gepraat en zo ja, wanneer gaat u dat doen? Dan het rapport van Goudappel Kokpeng. Dat misten we tijdens onze voorbereiding. Dat hebben we vanmiddag pas gekregen. Daarom kunnen we het voorstel nog niet echt goed beoordelen. We herinneren er wel even aan dat voor het project Zorgcampus aan de Poortlaan ook een rapport van Goudappel-Kopfeng was ingebracht door het college. En dat rammelde dusdanig dat een second opinion van een ander verkeersbureau door de buurtvereniging gevraagd werd. En daarna moest Goudappel zijn fouten toegeven en het rapport aanpassen. Dus, en zelfs daarna vond de bezwaarschriftencommissie de verkeerssituatie rond de Poortlaan nog steeds onbegrijpelijk. Dus we moeten dat echt heel goed gaan bekijken. Goed, veel gezegd is over het risico van volbouwen van de groene buffer aan de zuidkant van Wassenaar. Daar zijn we het in grote lijnen mee eens, dus dat gaan we niet herhalen. Dat kost alleen maar tijd. Dan in paragraaf 5.2 van de SPVE wordt gesproken over de maatschappelijke relevantie. Onder andere de relatie met het CAO en het rapport van de provincie Ruiters en Menners in Beeld. Dan kunnen wij daar nog aan toevoegen dat voor Prinsjesdag de stallen in de omgeving helemaal vol staan met paarden die meelopen in het defilé. Kortom, we zien heus wel het belang van behoud van een hippiecentrum op deze plek. Maar we hebben toch nog een paar kritische vragen. En ik wil het eigenlijk geen tijdbommetjes noemen, maar zonder een goed antwoord erop moeten de gemeente en de projectontwikkelaar echt helemaal terug naar af. Namelijk, we hebben hier op 4 maart 2019 in deze commissie al eerder over gesproken. En in mijn archief vond ik een brief van het Kuipersgenootschap aan deze commissie. En dat wees erop dat de opstallen aan de renbaan, dat wil zeggen de tribunes, de stallen, de kassa, het toegangshek enzovoorts, beschermd zijn tegen sloop onder het paraplu-bestemmingsplan. Nu lezen we in het voorstel dat de stallen worden gesloopt en dat elders nieuwe worden gebouwd. Hoe kan dat nou als dat een beschermde status heeft? En als sloop niet mogelijk is, dan moet het hele plan dus worden herzien. Dan had ik een vraag over het waterwindgebied. Die heb ik gesteld vanmiddag in de technische sessie, maar de behandelend ambtenaar had de vraag niet doorgestuurd gekregen. Inmiddels heb ik een gedeeltelijk antwoord gekregen. Het is duidelijk dat het gebied een dubbelbestemming waterwinning / grondwaterbescherming heeft. En dat betekent dat de
niet goed, ja, niet reuring mag plaatsvinden in de bodem die het grondwater aantast. Dat zou dan tijdens de bouwfase moeten worden bekeken door de provincie. Maar in een ingezonden brief wordt gesteld dat in het bestemmingsplan stond dat er niet bijgebouwd mocht worden in het waterwindgebied. En ik vraag dus aan de wethouder om dat nog eens even uit te zoeken. Want als die bepaling nog geldt, dan heeft u echt een probleem. Dan kan er helemaal niks gedaan worden. Ten slotte, we hebben twijfels, zoals meerdere mensen al gezegd hebben, of een hotel op deze plek wel levensvatbaar is. En Hotel Wassenaar aan de Katwijkseweg, Obese de Kieviet zijn allemaal al genoemd. En de uitbreiding van Van der Valk de Bijhorst is ook genoemd. Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid en het risico van de ontwikkelaar. Dat staat ook in paragraaf 5.1 van het SPVE terecht. Maar er staat ook verder, de gemeente toetst de plannen op economische uitvoerbaarheid als basis voor de noodzakelijk te doorlopen juridische planologische procedure. Ja, dat klinkt goed. En we vinden het prima als de gemeente de economische uitvoerbaarheid wil toetsen. Maar is dat echt vereist voor de planologische procedure? Moet de gemeente echt een businessplan wel gaan toetsen? Wordt ze dan ook niet aansprakelijk? De gemeente moet een vergunning verlenen of een bestemmingsplan wijzigen, maar verder niet. Het gevaar bestaat dat de projectontwikkelaars, in het algemeen dus, de gemeente gaan chanteren door te zeggen, ja, hun plan was alleen haalbaar als er dure appartementen worden gebouwd. Vooral als de gemeente telkens zegt, we moeten denken in mogelijkheden. Het belangrijkste criterium volgens ons is, wat de WABO zegt, een goede ruimtelijke ordening. En dan in een anterieure overeenkomst, een exploitatieovereenkomst, kan een vergoeding voor de gemeente voor de gemaakte kosten worden afgesproken. Dat staat ook al in de notitie. Kortom, onze conclusie is dat de voorgestelde herontwikkeling een positieve zaak is, maar dat we grote knelpunten zien. Ook in het bestaande bestemmingsplan. De plannen moeten worden aangepast om dat op te lossen voordat we verder kunnen gaan. Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel, meneer Volsmer. Dat was ook de eerste termijn, het einde van de eerste termijn van de commissie. Dan gaan we nu naar de eerste termijn van het college. Mevrouw Klaver, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, commissieleden, voor de grote hoeveelheid vragen en opmerkingen die ik zorgvuldig heb proberen op te schrijven. Maar het kan zomaar zijn dat ik er één of twee toch zal missen. Zoals u al aangaf, er ligt hier een eerste uitwerking van een gebied wat al 30 jaar er slecht bij ligt. En op basis van de kaders die u zelf heeft gesteld in 2019, is dit een aanzet om te kijken hoe we verder kunnen met elkaar. En met elkaar betekent de initiatiefnemer en de gemeente die alle belangen moet afwegen. Niet alleen maar van de initiatiefnemer, maar ook voor de buurt, maar ook voor Wassenaar in zijn geheel. En ik zou dat heel graag willen benadrukken dat wij hier en u hier zit als kadergevend. En dat we op een gegeven moment dan ook de plannen aan de hand van die kaders die zelf worden opgesteld kunnen toetsen. Hè? En dat we dan gaandeweg tot een realistisch plan kunnen komen. Wat nu voor ligt is het startdocument. En het startdocument is dat u hierbij de mogelijkheid, of in ieder geval aangeeft aan de ontwikkelaar van dit zijn de kaders waarbinnen wij denken dat u verder kunt gaan onderzoeken. En verder bewijzen hoe dit alles een verdere invulling kan gaan krijgen. En er ligt een enorme bewijslast nog bij de initiatiefnemer om met al uw mitsen en maren en de zorgen van u en de buurt om te gaan. En we hebben geprobeerd dat ook in het raadsvoorstel zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Dat ook wij hebben aangegeven van nou, er zijn risico's
zoals hij zelf ook benoemde, van wat is de volgorde van bebouwing? Hoe ga je ervoor zorgen dat die exploitatie ook daadwerkelijk duurzaam over een langere periode gaat verlopen? En dat we niet over 10 jaar met hetzelfde probleem zitten. Volgens mij geven wij met dit startdocument nu richting aan de mogelijkheden die er zijn. Maar met een enorme bewijslast aan de initiatiefnemer om nog heel veel dingen te gaan onderzoeken. En met oplossingen te komen. En met name het verkeer. Daar is dus al een onderzoek naar gedaan, maar het verkeer gaat om meer. Het gaat om het verkeer wat er nu al gaande is en dan niet alleen maar wat te maken heeft met de renbaan, maar ook alle sportverenigingen daar in de buurt en het fluitverkeer en de toeristen en de fietsers en de wandelaars die daar dus allemaal lopen. Het verkeer gaat over meer en eigenlijk moet er een oplossing komen voor dat gebied. Niet alleen maar kijkende naar het extra verkeer vanuit Duindicht, maar eigenlijk voor het hele gebied. En daarbij zou de ontwikkeling voor de renbaan een mooi vliegwiel kunnen zijn om eigenlijk gezamenlijk met de verschillende partijen in die buurt te kijken of we het verkeer niet op een andere manier kunnen organiseren. Wethouder, u heeft een interruptie van de heer Van Smeren. Meneer Van Smeren, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, aan de wethouder, als ik kijk naar de beslispunten, hè, de uitgangspunten van het document wat u heeft ingebracht, dan wordt daar niet over verkeersontwikkelingen gesproken. Het gaat dan wel over de bebouwing, et cetera, maar niet over de verkeersontwikkeling. Maar als ik uw pleidooi zo beluister, dan vind ik dat wel vreemd, want dat zou dan toch ook in die beslispunten tot uitdrukking moeten komen? De wethouder. Graag. Ja, nou ja, uiteindelijk moeten wij een bestemmingsplan. Als uiteindelijk gaan we richting een bestemmingsplan waar ruimtelijke kaders worden gegeven of waar ruimtelijke invulling wordt gegeven. Al deze andere zaken, zoals het verkeer, die vindt u in het startdocument. Hè? En daar staat heel nadrukkelijk benoemd het verkeersissue. Is een onderdeel van de toekomstige planvorming. Geen plan of uitwerking zonder dat wij met elkaar het plan hebben kunnen toetsen op het verkeer, op de exploitatieduurzaamheid, op de volgorde die wij zien. Dus de beslispunten zijn ruimtelijk georiënteerd. Het startdocument is eigenlijk de opgave waaraan de verdere planontwikkeling aan moet voldoen. En daar staat heel nadrukkelijk al die opdrachten die zich niet vertalen in een ruimtelijke kwaliteit, om het zo maar te zeggen, maar wel die wezenlijk onderdeel zullen zijn van de volgende stappen en plannen die gemaakt gaan worden. Dan antwoord ik de vraag, meneer Van Smeren. Nou, ten dele. Als u mij toestaat, voorzitter, heb ik daar vervolgvragen op. Want in het stuk wordt verwezen naar een procesbeschrijving bestemmingsplan uit 23 september 2013. Waarom zou u dat nou niet veranderen door een verwijzing naar het plan zoals dat er nu ligt? Waarin die verkeersontwikkeling en al die exploitatieonderwerpen in terugkomen. Want dan hebben we een haakje om daarop terug te komen. Maar nu is het helemaal niet in het besluit opgenomen. Dus snap je wat ik bedoel? Ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt. De referentie aan het besluit van 2013 is heel specifiek met betrekking tot de procedure die wij in de gemeente met elkaar hebben afgesproken. Dus op basis van die procedure wordt dus vastgelegd welke stappen wij met elkaar gaan doorlopen. Dus dat is eigenlijk heel procesmatig. En met dit startdocument, dat is dus het begin van die hele procedure die we met elkaar in 2013 hebben afgesproken, geven wij richting een eventueel bestemmingsplan. Dus wij volgen eigenlijk de procedure die we met elkaar hebben afgesproken. En dat is dat wat nu als eerste stap wordt gegeven.
En dit startdocument zou dus richting moeten geven aan de initiatiefnemer. Hoe kan ik verder komen tot aan dat uiteindelijke bestemmingsplan? Want we willen natuurlijk het liefste met elkaar een pad volgen die ook levensvatbaarheid heeft op het moment dat ook weer de raad gaat over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Wijziging, want daar gaat het uiteindelijk over. We moeten hier een bestemmingsplanwijziging realiseren, omdat de functies, zoals die nu worden voorgesteld, niet in het huidige bestemmingsplan staan. Dank u wel, wethouder. Dan heeft u ook nog een interruptie van de heer Zoutendijk. Ja, dank u, voorzitter. In de tekst, in het besluit wat voor ligt, wordt gerefereerd naar pagina 5 van het startdocument. Maar ik zie daar dus niet als kader, als voorwaarde voor verdere ontwikkeling, waar we het zojuist over hebben gehad, die ontsluiting aan de landscheidingsweg. De wethouder heeft gezegd, het is nu het moment om die kaders te formuleren, zodat we weten hoe we verder gaan. Ik kan het in het startdocument niet zo als voorwaarde terugvinden dat er van de zijde van de wegbeheerder van de N14 ook gesprekken zijn en openheid, bereidheid is om na te denken over aanpassing van die N14. Ik wil u graag verwijzen naar bladzijde 13 van het startdocument, waar uitgebreid wordt ingegaan op het verkeer en waar ook de opgave ligt voor de initiatiefnemer om daarmee aan de gang te gaan. Dus dat wordt heel nadrukkelijk daarin benoemd. Met uw goedvinden. Ja, gaat u verder met uw betoog. Ja. Met uw antwoorden en antwoorden. Ja, eens even kijken. Dus het verkeer wordt in het startdocument heel nadrukkelijk benoemd. Want daar ligt een opgave voor de initiatiefnemer om daar daadwerkelijk met goede en goed onderbouwde voorstellen te komen. En zoals daar ook wordt benoemd, die ontsluiting aan de landscheidingsweg, mee door te gaan met de gesprekken met de provincie. En daarbij ligt... Het primaat ligt wel heel duidelijk bij de ontwikkelaar. Wij zijn geen uitvoerende partij om dit allemaal te regelen. Dat is echt aan de ontwikkelaar om daar met plannen te komen. En wij kunnen hem daarin ondersteunen. En wij zijn ook in gesprek geweest met Rijkswaterstaat. Maar de oplossing voor de verkeersproblematiek... die ligt bij de ontwikkelaar en de bewijslast om met goede onderbouwing en ideeën en uitvoering daarmee te komen. Dat ligt daar. En dat geven we heel nadrukkelijk aan in het startdocument. U heeft zich te houden aan deze wettelijke kaders. Hè, en daar wordt in alles benoemd. En de volgende aandachtspunten geven we u nadrukkelijk mee dat die onderdeel moeten zijn van de volgende planvorming. Hè? En dat is wat we aan de initiatiefnemers vragen, van ga dat verder uitwerken. Want als die dingen niet kloppen, dan wordt het dus wel heel moeilijk om verder door te gaan met plannen. Maar... We willen wel de initiatiefnemer de mogelijkheid geven om verder te gaan met die onderzoeken, verder te gaan met die verdieping, met wel het idee dat de ruimtelijke inpassing mogelijk is. He, want als je nu vraagt aan de initiatiefnemer, ga eerst nog alles onderzoeken en dan gaan we kijken wat we wel of niet in het bestemmingsplan opgenomen willen zien worden. Dan kan het zomaar zijn dat de ontwikkelaar daar ook dan zegt van nou, dan haak ik af. Want ik ga heel even snel checken bij de heer Boon of zijn vraag inmiddels spontaan beantwoord is. Dat is niet het geval. De heer Boon was als eerste een interruptie voor de wethouder. De ontsluiting van het gebied
is net uit alle inbreng al gebleken, is cruciaal voor de ontwikkeling van het gebied. Op het moment dat we zeggen, gaat u door, dan gaat een architect de woningen ontwerpen. Dan gaat de tribune uitgetekend worden, dan gaat alles uitgewerkt worden en dan wordt het verkeer een sluitstuk. En zeker als dat pas op het moment gaat gebeuren, dat we het terugkrijgen bij de raad in de vorm van een bestemmingsplan. Deelt u niet mijn mening dat het verstandig is voor de ontwikkelende partij, maar ook voor de gemeente om geen verkeerde verwachtingen te wekken, om te zeggen dat wij een besluit willen nemen over de verkeersafwikkeling voordat we verder gaan met de verdere planvorming? De wethouder. Ja, nou, ik denk dat er nog veel meer zaken zijn die zou onderzocht moeten worden. En we zitten nog niet in de bestemmingsplanfase. Hè. Er moet dus nog, die hele stedenbouwkundig plan moet ook nog ingediend worden. Met alle bewijslasten die aangeleverd moeten worden. Hè. Dus ook op stikstof, ook op ecologie, op de natuurwaarde. Daar, volgens mij hebben wij in het startdocument echt een lang lijstje meegegeven van zaken die nog verder onderzocht moeten worden. En om nu alleen maar te kijken naar het verkeer en dan de rest van de planontwikkeling stil te laten leggen. Ik denk dat dat jammer is, maar... Dank u wel. Meneer Boon, heeft een vervolgvraag. Ja, toch nog heel kort hoor, want... Kijk, het cruciale bij verkeer is dat daar kun je iets van vinden. Dat blijkt ook uit het verkeersplan als we er nog aan toekomen. Daar kun je iets van vinden. Maar daar kun je ook keuzes in maken met verschillende varianten. Een stikstofwet moet je aan voldoen. Aan de andere voorwaarden moet je gewoon voldoen. De vereisten van waterhuishouden moet je voldoen. En dat zijn gewoon, daar zit geen keuze in. Het gaat maar juist om het keuzemoment voor verkeer, waar de gemeente en de gemeenteraad dus een rol hebben en dus een keuze kunnen maken. En het zou voor de initiatiefnemer heel vervelend zijn als dat aan de staart gebeurt en voor ons ook heel onhandig zijn als dat aan de staart gebeurt. Dus waarom ziet u dat verschil ook? Of zegt u van nou nee, voor mij is het allemaal gelijk en het is gewoon een van de voorwaarden? Nou, het is zeker een van de voorwaarden, maar ik ben het helemaal met u eens dat wij als gemeente hier nadrukkelijk een richting aan kunnen geven. Maar ook zozeer met de invulling van de natuur- en cultuurhistorische waarden. En wij kunnen als gemeente op meerdere vlakken kunnen wij richting geven. En ik weet niet of de initiatiefnemer zegt van nou ja goed, dan ga ik mij helemaal concentreren op het verkeersissue. En dan ga ik kijken of we daarmee verder kunnen. En voordat het, zonder dat daar de garantie is dat ze überhaupt verder kunnen. Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording. Heeft u nog een interruptie van de heer Zuitendijk? Meneer Zuitendijk. Ja, de wethouder dank u wel, voorzitter. De wethouder verwees even naar een pagina in het startdocument. Nou, ik heb het startdocument nou heen en weer gelezen, maar ik lees daar echt niks over. Over de ontsluiting met de N14 als kader voor de uitwerking. En wat de wethouder zegt, ja, misschien haak je dan wel helemaal af. Maar is het dan niet veel eerlijker om aan de voorkant te zeggen wat voor ons een keiharde voorwaarde moet zijn, gelet op alle bezwaren die er zijn ingediend, de inspraken, als we het serieus nemen, dan is het toch beter ook voor de initiatiefnemer om te weten dat dit echt een heel hard punt is. En het laat natuurlijk onverlet dat hij ondertussen allerlei andere dingen kan gaan doen. Het hoeft niet toegezet te worden. Maar dat wij zeggen van ja, we willen wel heel nadrukkelijk weten of de wegbeheerder bereid is om in gesprek te gaan over die ontsluiting aan die N14. En dat toch echt wel voor, als dat niet lukt, ja, dan moet hij zich afvragen of hij hier natuurlijk veel tijd aan gaat besteden. En juist om te voorkomen dat hij heel veel tijd en geld besteedt, terwijl het uiteindelijk niet gaat lukken op deze manier, lijkt het mij eerlijker om die voorwaarden vooraf te stellen. En ook op te nemen in het besluit. Duidelijk, de wethouder. Ja, ik begrijp uw insteek. Die begrijp ik echt. Ik wil alleen maar eventjes nog wel zeggen dat
duidelijkheid vanuit de provincie op een korte termijn, dat we dat niet makkelijk kunnen verwachten. He, dus om dat als een harde voorwaarde neer te leggen, zo van er moet een ontsluiting komen aan de landscheidingsweg en anders kunnen we niet verder, dan wordt dat wordt heel erg lastig. Want die duidelijkheid die denk ik niet dat vanuit die partij heel snel gegeven kunt worden. Maar de opgave om integraal naar het verkeersplan te kijken. En dus breder dan alleen maar de renbaan Duindicht, maar ook in het hele gebied om te kijken of de andere verschillende partijen in die regio ook op een andere manier met verkeer om zouden kunnen gaan. Ik denk dat daar dat een opgave is die we wel bij de ontwikkelaar neer kunnen leggen. Dank u wel, wethouder. Met een interruptie van de heer Paulides. Ja, dank voorzitter. Ja, ook even over dat verkeer. We weten allemaal dat als er een crisissituatie is bij de Amerikaanse ambassade, dat de weg afgesloten wordt of het hele gebied wordt afgesloten. Is de ontwikkelaar zich daarvan bewust? En hoe ziet het college dat dan als er geen ontsluiting is via die N14? En dan die toezegging over dat verkeer. Ja, dat hebben we bij Voorlinden gezien. Er zou nooit meer verkeer komen dan. Dat was een mooie toezegging. En als puntje bij paaltje komt, dan is er gewoon meer verkeer. Dus het zijn twee problemen die wel opgelost moeten worden. Zijn heel essentieel ook voor het voortbestaan van de renbaan als deze plannen doorgaan. Dank u wel, meneer Paulides, de wethouder. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je daar wil zijn als er een crisissituatie is bij de Amerikaanse ambassade. Dus ik kan me voorstellen dat die situatie, als die zich voordoet, en de ontwikkelaar is heel duidelijk bewust dat die Amerikaanse ambassade dichtbij is. Maar dat is dan gewoon een gegeven voor het hele gebied, hè? Dus ja. Dan wil je daar ook niet makkelijk, wil je daar ook niet begeven, naar mijn idee? Nee, daar wil je niet begeven, maar dat betekent wel wat voor de exploitatie van de renbaan. Dat betekent wat voor de exploitatie van het hotel. Als dat een jaar dicht gaat of een half jaar dicht gaat, is de renbaan ook weg. Dus ik vind dat wel iets waar je rekening moet houden. Het is geen kwestie van dat je daar niet wil zijn. Het is een kwestie dat je er niet kan zijn. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, meneer Paulides, ik laat dat aan de risico-inschatting van de initiatiefnemer, hoe ze daar tegenaan kijken. En, ik deel uw zorgen en ik weet niet of wij op een bepaalde manier hier. In de besluitvorming, zoals de voorzitter had gezegd, zijn er punten die we kunnen toevoegen die de besluitvorming behapbaar maakt, of we daar iets mee kunnen. Laat ik het dan maar zo formuleren. Dat roept een vraag op, wethouder. De heer Zoutendijk. Ja, ik begreep heel goed dat de wethouder zegt, je moet niet verwachten dat je op korte termijn meteen een toezegging krijgt van die wegbeheerder. Dat snap ik heel goed. Maar het ging mij niet om een keiharde toezegging dat het wordt gefixt. Maar wel dat een gesprek daarover plaatsvindt en dat er bereidheid is om daar een gesprek over plaats te vinden. Dat wel blijkt. En ik heb ook genoemd dat de initiatiefnemer natuurlijk volledig vrij staat om parallel aan die gesprekken ook andere activiteiten te ontplooien om te komen tot een goed plan. Dus het hoeft niet per se tot vertraging te leiden. Maar het is wel een keiharde, ja, toch wel eigenlijk toch een soort voorwaarde dat dit probleem moet worden opgelost. Anders kan je het niet op die grootschalige manier realiseren. Wat niet wil zeggen dat het helemaal niet door kan gaan, maar niet op die manier lijkt mij. Dank u wel, meneer Zoutendijk. De wethouder. Ja, ik zou graag even nog in willen gaan op een aantal andere punten en deze vraag op dit issue met betrekking tot verkeer. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje aan u in de commissie hoe u hier verder mee om wil gaan. Ik heb mijn reactie gegeven en de heer Zoutendijk heeft daarop gereageerd. Maar ik ben natuurlijk ook wel benieuwd hoe de rest van de commissie daarin staat. Dus even kijken. Met betrekking ook tot de financiële haalbaarheid van het plan. En in hoeverre het plan
volgordelijk ook wordt uitgevoerd en ook helemaal wordt afgemaakt. Ik noem dat zelf een beetje de realisatieangst. Dat we niet blijven hangen in de eerste stap en dat we niet uitkomen bij de laatste stap. Die deelt het college met u. En nogmaals, we hebben ook daar in het raadsvoorstel, moet ik even kijken welk nummer exact bij de... bij de risico's worden die ook heel nadrukkelijk benoemd. We moeten daar dus nog stappen in ondernemen. We moeten ook de bewijslast, om het zo maar te zeggen, bij de initiatiefnemer neerleggen van hoe gaat u dit realiseren? Wat is daar allemaal voor nodig? En is het realistisch? Dat wordt heel nadrukkelijk benoemd. En dat zal onderdeel moeten vormen van de volgende stappen. Eens even kijken. Eventjes met meneer Van Smeren. Die vierkante meters. Na uw vragen, denk ik dat iemand anders u misschien wel heeft kunnen, uw vragen ook wel kunnen beantwoorden. Er is een verschil tussen vierkante meters footprint en bruto vloeroppervlak. En de bruto vloeroppervlak die gaat ook de lucht in. En de footprint die blijft dus die 14.000 vierkante meter. Dus daar zit het verschil in. Zoals u ook kunt lezen, is dat in de huidige bestemmingsplannen hebben we een maximale footprint en we hebben maximaal volume. En als je daar, als je die twee bij elkaar neemt, kom je op een maximale bruto vloeroppervlak. Binnen die bandbreedte valt het huidige voorstel. Dus die zijn niet groter geworden dan wat nu mogelijk is in het huidige bestemmingsplan. Genoemd werd de natuurwaarde en de ecologische waarde. En dat het de groene buffer is aan de zuidrand van Wassenaar en dat we daar heel zorgvuldig mee moeten omgaan. Naar mijn idee hebben we dat ook duidelijk benoemd in het startdocument. We hebben zelfs in 2019 hebben we die ecologische zone benoemd van 100 meter breed, eigenlijk door het hele plangebied. Nu al in het stedenbouwkundig plan van Eisen staat hoe er om wordt gegaan met het groen. En dat dat bepaalde gebieden niet worden aangetast. Dat de strandvlakte behouden blijft, de zichtlijnen behouden blijven. Dat alleen maar in de open bos... kamers, dat daar bebouwing zou kunnen plaatsvinden. Maar dat er echt heel veel aandacht is voor de natuur en de ecologie. En ik zit eventjes te kijken. Meneer Van Rossen, met waterwindgebied. In aanvulling op de, of eigenlijk wat vanmiddag nog verder bevestigd is naar aanleiding van uw vraag. Het geldt voor eigenlijk heel veel bebouwing in Wassenaar dat we rekening moeten houden met het waterwindgebied. En het is en dat betekent niet dat er niks mogelijk is, maar er moet heel nadrukkelijk rekening mee worden gehouden. Met het waterwindgebied in de verdere planvorming. En die opgave, dat is aan de initiatiefnemer om daaraan te voldoen. En dat wordt ook getoetst, niet zozeer door ons, maar wel door anderen, dat we daar dus niet iets anders mee kunnen. Dus het is aan het risico van de initiatiefnemer om daar rekening mee te houden. Wethouder, u heeft een interruptie van de heer Van Rossum. Meneer Van Rossum.
Ja, dank u. Mijn opmerking over het waterwindgebied, die sloeg niet zozeer op het feit dat er een waterwindgebied is, maar ik vroeg aan de wethouder, kunt u bevestigen dat in het bestemmingsplan wel of niet staat dat er niet bijgebouwd mag worden? Duidelijke vraag, de wethouder. Nou, voor, naar onze ideeën, want anders waren we deze procedure natuurlijk ook niet gestart, kan er bijgebouwd worden. Hè, dus wij hebben het niet ook in het hele integraal afstemmingsoverleg, ook in onze gesprekken met de provincie, want daar hebben wij nadrukkelijk mee om de tafel ook gezeten, dat omdat het een kroonjuweel is, wordt er heel nadrukkelijk gekeken wat kan wel en wat kan niet. Wij hebben de volste vertrouwen dat indien er een concreet plan voor ligt, dat dat ook daadwerkelijk kan. Eens even kijken hoor. Ik weet niet of... ik nog andere... Ja, de bebouwing. En de sociale woningbouw. In de woonvisie hebben we ook nadrukkelijk aangegeven dat er voor bepaalde situaties maatwerk nodig is en kan zijn. Maar dat overal in Wassenaar we 25% sociale woningbouw hebben. En vooral als het betreft een particuliere... particulier initiatief hebben we in de woonvisie ook nadrukkelijk aangegeven dat daar compensatiemogelijkheden zijn of zouden moeten gevonden worden in Wassenaar. Dus hierbij wordt de woningbouw aangegrepen om nadrukkelijk een initiatief te financieren. Kiezen we daarvoor met sociale woningbouw, dan verlies je die financieringsbron daarvoor. Dus wij zien dit zeker als alleen een gebied waar je het hogere segment bedient. Daar heeft een interruptie op van de heer Van Smeren. Meneer Van Smeren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat ook niet om zeg maar de locatie en het tegengaan van luxe woningen hier. Dat past daar prima, denk ik. Los van het aantal en de hoogte en noem het allemaal maar op. Maar het segment kan ik begrijpen. Maar bent u van plan om het elders in Wassenaar te gaan compenseren? De wethouder. Die verplichting hebben wij met z'n allen in de woonvisie gezegd. En ook heel nadrukkelijk in het coalitieakkoord. En zover ik heb begrepen zijn de plannen voor het Kerkenhout... meer richting de sociale woningbouw. En daar kan een compensatie plaatsvinden. Dat in ieder geval onderaan de streep uitkomen op de percentages die we met elkaar hebben afgesproken. Ja, dat is wellicht het dossier van een andere wethouder. Maar volgens mij is dat al in de berekeningen meegenomen. Dus we zullen moeten kijken naar gemeentewerf en dat soort locaties. Maar we zullen het toekomstig college hieraan herinneren. Dank u wel, meneer Versmeer. Dan gaan we nog een interruptie van de heer Boon. Ja, die woningen, dat is wel een... ik hoorde de wethouder zeggen, ze zijn nodig ook voor de opbrengsten. Maar het is een vereiste bij projecten dat de sociale woningen een onderdeel uitmaken. En dus ook een onderdeel uitmaken in de financiële onderbouwing van de ontwikkeling. Zoals bij elke gemeente is het zo dat dan een ontwikkelende partij die verplichting heeft... En bij ook heel veel andere gemeenten, die discussie hebben we bij de woonvisie ook gehad, betekent dat op het moment dat je ze niet kunt realiseren, dat je dan een bijdrage moet leveren, zodat ze op een andere plek wel geleverd kunnen gaan worden. En dat is dus anders dan dat wij onderaan de streep gaan kijken waar wij wel een plekje gaan vinden. Het gaat dus iets verder, het betekent ook afspraken maken. Bent u dat met me eens? Nee, meneer Boon, daar ben ik niet met u eens. Aangezien ik zelf ook aan de coalitietafel heb gezeten. En die afspraken werden heel nadrukkelijk op een andere manier gemaakt dan dat u hem nu heeft uitgelegd. En de manier waarop u hem uitlegt, kunnen we ook niet terugvinden in de woonvisie. Dus. Dank u wel, mevrouw. Dat vraagt ook niet om vervolg. Mevrouw Goud. Mevrouw.
Ja, dank u voorzitter. Ja, toch een vraag aan de wethouder over deze zaak, namelijk de overeenkomst die we met elkaar hebben gesloten, de 25-75 indeling tussen sociale woningen en niet-sociale woningen. Ik krijg eerlijk gezegd niet de indruk dat bij dit voorstel goed is nagedacht over de compensatie van die 25%. En of vergis ik me daarin? Dank u wel, de wethouder. Nou, ik denk dat meer de compensatie gezocht moet worden bij de gemeente zelf om dat voor elkaar te krijgen. En wij hebben in ieder geval niet de opgave neergelegd bij deze ontwikkeling om daar rekening mee te houden. Ik zag nog een handje, mevrouw Goud, maar dat was vouding. Ja, helemaal goed. Was u klaar met uw beantwoording in de eerste termijn, wethouder? Of zal ik even vragen of er nog vragen zijn blijven liggen? Dat is misschien wel handig. Zijn er vragen blijven liggen bij de commissie? Dat is misschien wel het geval. Meneer Van Rossum. En meneer Pucci. Meneer Van Rossum. Ja, ik heb gevraagd of u nog eens kunt kijken naar de brief van februari 2019. Sorry, 4 maart 2019 van het Kuipersgenootschap. Die stelt dat die opstallen van de renbaan beschermd zijn tegen sloop onder het paraplu-bestemmingsplan. Die vraag heb ik inderdaad gehoord, dus er komt een antwoord op. De meneer Koetsier, wat was uw vraag die is blijven liggen in eerste termijn? Ik had de vraag of de provincie hier al van op de hoogte is en ergens een mening heeft gegeven of een idee in welke richting wij moeten gaan denken. Dank u wel, de wethouder. Ja, met betrekking tot meneer Van Rossum, naar onze ideeën is het wel mogelijk om dat die bescherming beperkt is. Maar ik wil u graag de toezegging doen dat ik daar nog eventjes heel specifiek op terugkom. En met meneer Koetsier, ik had al aangegeven dat in de afgelopen 2 jaar zijn wij aan de hand van de kaders die wij zelf hebben opgezet en de initiële plannen die voorgelegd zijn, uitgebreid in gesprek geweest met de provincie. En wat nu voor ligt, is ook bij de provincie langs geweest. En ik weet niet of we exact de stempel erop hebben gegeven, maar hier voldoen we wel heel veel aan de kaders die de provincie heeft opgelegd. Dus wij zijn in nauw contact met de provincie, omdat zij hier heel bepalend zijn. Nou, we kennen de andere gebieden ook waar ze heel bepalend zijn. Dus het zou onverstandig zijn om zonder de provincie de route voor te zetten. Dank u. Dank u wel, wethouder. En dan noteren we hier de toezegging dat u nog komt met een notitie over de bescherming van de kassa's, de poort en de stallen. En of dat überhaupt mogelijk is om te slopen. De toezegging op de heer Van Rossum. En dan inventariseer ik voor een tweede termijn. Zijn er mensen voor een tweede termijn? Dat is meneer Van Rossum en de heer Ronke. Mis ik nog iemand? Dat is niet het geval. En meneer Boon. Dan mis ik nu niemand meer. Dat is het geval. Dan beginnen we bij de heer Van Rossum. Nu het woord. Ja, een korte opmerking, voorzitter, aan het adres van de wethouder. Ik proef een lichte spagaat eigenlijk in de houding van het college. Enerzijds zeggen ze in het plan van aanpak of van eisen, we gaan de haalbaarheid toetsen. En anderzijds zegt ze van, ja, dat is de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar, dus daar bemoeien wij ons niet mee. Kunt u dat nog eventjes uitleggen wat uw positie nou in deze is? Dank u wel, meneer Van Rossum. Meneer Van Ronken. Ja, voorzitter, dank. Wethouder, ook dank voor de antwoorden. U bent zeer helder geweest. Al onze vragen zijn eigenlijk beantwoord met de opmerking, de bewijslast ligt bij de initiatiefnemer en dat vinden wij goed om te horen. Nog wel één laatste opmerking. Participatie. U weet hoe participatie in Wassenaar kan gaan, vaak met een teleurstelling. Laten we participatie in dit traject goed oppakken. Laat inwoners ook weten waarover ze kunnen participeren. En participatie is niet per se gelijk krijgen, maar wel argumenten uitwisselen hoe wij tot een keuze of een standpunt zijn gekomen. Dus de participatie zien wij graag goed ingericht in dit geval. Dank, voorzitter. Dank u wel, meneer Ronken. Meneer Boon, u het woord.
Het gebeurt niet heel vaak, maar ik ben het helemaal eens met de heer Ronke. Zeker als het gaat om de beantwoording van de vragen. Heel hartelijk dank daarvoor. Maar ook vooral ook om de participatieparagraaf die bij de stukken zit. En daar wilde ik toch ook wel de aandacht vragen dat de participatie niet alleen een taak is van de ontwikkelende partij. Ze moeten heel veel doen, dat heeft u terecht gezegd. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de gemeente. Een situatie als bij de ANWB willen we natuurlijk wel voorkomen dat er op een gegeven moment miscommunicatie gaat ontstaan op het moment dat het initiatief helemaal bij een ontwikkelende partij ligt. Dus graag ook uw aandacht daarvoor en ik hoop dat u dat kunt bevestigen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boon. Ik kijk nog heel even rond of er iemand toch nog laatste bedenkingen heeft. Nee, dat is niet het geval. Dan beantwoording het tweede. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen met het laatste, de participatie. Ook weer nadrukkelijk onderdeel van het vervolg van het proces. Maar zoals meneer Bono aangeeft, dit doen we, dit laten we niet in zijn geheel over aan de ontwikkelende partij. Wij hebben ook heel nadrukkelijk een medewerker bij de organisatie die hand in hand begeleidt en influistert en zo niet bijstuurt en toetst dat de participatie op een goede manier verloopt. En dat, zoals u al aangaf, de ANWB is daarbij een goed voorbeeld waar wij lessen uit hebben geleerd en die worden één op één doorgegeven en toegepast op dit gebied. Meneer Van Rossum, ik begrijp niet helemaal waar u naartoe wilt. Misschien kan ik even toelichten wat, nou ja, over het algemeen de positie is van de gemeente ten opzichte van een aanvragende partij, om het zo maar te zeggen. De aanvragende partij doet wel het werk, maar wij zijn als gemeente, moeten wij wel heel nauwkeurig en nadrukkelijk toetsen of hetgeen, het werk wat aangeleverd wordt ook, nou ja, haalbaar is. Of het realistisch is of aan alle dingen is voldaan, wettelijk, maar ook beleidsmatig, waar wij mee te maken hebben. Dat is wat wij doen. Wij schrijven dus niet de plannen, maar het is dus echt aan de ontwikkelaar. En wij willen graag meedenken. En dat doen wij ook. Als er vragen zijn en problemen waar ze tegenaan lopen. Maar zoals ik zei, het werkende bewijslast ligt aan de andere partij. En het is aan de gemeente en aan u om dus die kaders te stellen en dan te kijken of het daaraan voldoet. En ik hoop dat ik hiermee wat meer duidelijkheid heb geschapen. Dank u wel. Dat is niet helemaal het geval, zie ik. De heer Van Rossum, aan u het woord. Nou, ik ben in zoverre blij met het antwoord van de wethouder dat ze zegt wat ze nu eigenlijk toetsen. Want ik had begrepen uit het programma van eisennotitie dat u ook naar de economische haalbaarheid ging kijken. Of het plan wel rendabel was met het hotel en of het voldoende inkomsten zou genereren en voldoende gasten enzovoort. Dat gezegd hebbende, bent u het niet met ons eens dat als uw criterium ook is een goede ruimtelijke ordening, hè, zoals vereist wordt, dat er dan ook meteen gekeken moet worden naar de ontsluiting vanaf de landscheidingsweg? Nou ja, dat heb ik aangegeven. Dat een van dat het verkeer en de ontsluiting een belangrijke aspect is of dit plan uitvoerbaar is. Dus ik denk niet dat we daar bij elkaar verschillen. Het enige waar wij misschien kunnen verschillen, meneer Van Rossum, als ik dan toch nog even de tijd mag nemen. We hebben in het startnotitie heel nadrukkelijk gezegd, het verkeer moet, godsnaam ben ik weer even de woorden vergeten, moeten beperkt en als ik het nou weer zo vaak opschrijf en benoemd, dan ben ik ook weer vergeten. Moeten beperkt en beheersbaar zijn. Dat is ons doel. En het zou natuurlijk het mooiste zijn als wij aan de
ontwikkelende partij heel duidelijk dat doel kunnen meegeven. En dat zij met de exacte oplossingen komen. En dan kunnen wij bepalen of daar aan die voorwaarden zijn voldoen. Dat zou ik het liefste willen. En is daar, de ontsluiting aan de landscheidingsweg is daar een van de mogelijkheden. Maar het zou ook op een andere manier ingevuld kunnen worden. En ik zou graag aan de ontwikkelende partij willen overlaten. Gaat u aan het werk. Gaat u, kom met oplossingen en laat ons zien dat het ook daadwerkelijk kan. Dank u wel voor de beantwoording in de tweede termijn. Zijn er vragen blijven liggen? Dat is niet het geval. Dan gaan we dit agendapunt afronden. En dan is de toezegging gedaan door het college om te komen met de bescherming van de kassa's en de poort, zoals dat aan de heer Van Rossum is gedaan. Letterlijk tekst zullen we ook via de Griffie nog even terug, zult u lezen in het verslag. Acht de commissie het raadsvoorstel voldoende behandeld en rijp voor behandeling in de raad. Ik zie één iemand nee schudden en de rest allemaal ja. Dus dan is het rijp voor behandeling in de raad. Ik gok zomaar dat het, de commissie het niet adviseert als hamerstuk. Aangezien één iemand sowieso zegt dat het niet klaar is voor behandeling in de raad. Dus dan zullen wij eventuele moties en amendementen tegemoet zien voor de behandeling in de raad. En dan wil ik daarmee dit agendapunt afsluiten. Dan is er nog 15 minuten, 16 minuten de tijd voor het behandelen van het verkeersonderzoek. Dat gaat ons niet lukken. Dus wij gaan morgen met het presidium kijken hoe we dit kunnen opnieuw kunnen indelen. Want dit kunnen we ook niet woensdag erbij doen in de vergadering van 2 uur. Dan hebben we nog de beheersplannen die nu nog op de agenda staan. Ik kan kort inventariseren hoeveel mensen er zijn die hier over willen inspreken. Dus een korte inventarisatie betekent niet automatisch dat we dat nu gaan behandelen, maar ik zie de heer Hendricks, ik zie de heer Borm of niet, ja, en de heer Van Noort, ja. Dat is te veel, dat gaan we ook niet redden vandaag. Dus dan stel ik voor dat wij de vergadering nu gaan schorsen en dat we donderdag verder gaan om 9 uur en dat we dan de beheersplannen als eerste behandelen op de agenda. En dat we gaan kijken of we het verkeer waarvoor ik... Waarschijnlijk woensdag, of niet? Nee, oh sorry. Ja, woensdag inderdaad de beheersplannen om 9 uur als eerste behandelen. En dat we voor het verkeer, omdat dat echt een groot onderwerp is waar we echt royaal de tijd voor nodig zullen hebben, opnieuw moeten gaan indelen. Ik zie een hand van de heer Van Noort. Meneer Van Noort. Excuus, voorzitter, ik had vergeten de hand weg te halen. Geen probleem, ik dacht u kwam met een fantastische oplossing, maar dat is niet het geval. Morgenavond. Morgenavond verder gaan. Dan moeten we even overleggen met de griffier en dat kunnen we zo vroeg morgen om 9 uur doen. Daar hoort u later meer over. Ik wil mijn excuus aanbieden namens de commissie ook aan alle meekijkers op internet en ook aan de insprekers die al lang zitten te wachten op de behandeling van dit punt. En wil daarmee een einde maken voor vanavond aan deze vergadering en schors bij deze vergadering. Heel erg hartelijk dank. Fijne avond nog. Bedankt, fijne avond. Goedenavond. Fijne avond. Dankjewel hoor. Fijne avond. Dankjewel. Fijne avond allemaal. Fijne avond. Niet van je vrije tijd.